Een hele goede avond en welkom bij Pakhuis de Zwijger. Mijn naam is Jurgen Tjonnefong en ik zal jullie moderator vanavond zijn bij de Creative Revolution 2020. Twee jaar geleden waren we hier ook in deze zaal. En dat, toen mocht ik ook de lancering van de Brainworks Academy presenteren. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en zal op 20/02/2020 de nieuwe lichting creatieve afstuderen die met succes de Brainworks Academy hebben voltooid. De creatieven zullen we vanavond zien, want zij hebben een aantal pitches voorbereid. Dus vanavond wordt het eigenlijk een mengeling van pitches en een aantal gesprekken met een aantal mensen die de Creative Revolution hebben doorgemaakt. Voor de mensen, ik kan me niet voorstellen dat er veel zijn, voor de mensen die niet weten wat die Creative Revolution is. Dat gaat vanuit dat jij als creatief maker de stap kan zetten om je creativiteit centraal te stellen. Waarbij creativiteit ook de bron van inkomsten is waarvan je kan leven. Het gaat ook over ondernemerschap, maar ondernemerschap is in sommige kringen een problematisch woord. Dus we gaan het proberen zoveel mogelijk te omzeilen, maar het gaat er toch stiekem over. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, vind ik het wel leuk om even een inventarisatie te maken met wie we hier voor ons in de zaal hebben. En daarvoor hebben we het volgende bedacht. De Mentimeter. We hebben een Mentiquiz opgezet. Dus als jullie even je telefoon erbij willen pakken, dan kan je gaan naar www.menti.com. En ondertussen wordt er geswitcht naar de Mentimeter. En als je op www.menti.com zit, dan kan je de code gebruiken 277637 om in te loggen. En dan kunnen we antwoord geven op de vraag. En dan is het niet meer nodig om handen omhoog te steken of dingen te roepen. Want we zien alles terug in de Mentimeter. Nou goed, druk F1, F11 om het volledige scherm te sluiten. Is iedereen ingelogd of nog niet? Nee, volgens mij moeten we nog even terug. Laten we nog even teruggaan, zodat we de tijd hebben om in te loggen. Dus www.menti.com en dan de code 277637. Hebben mensen problemen met inloggen? Ik zie jou niet met de telefoon. Oh, ik ben bij mijn pitch. Oh, je bent aan het voorbereiden op je pitch. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Is iedereen die in wil loggen ingelogd? Hebben de mensen problemen met inloggen? Nee? Is iedereen eens klaar? Volgens mij kunnen we dan gaan naar de eerste vraag. En dat, oh kijk, dat is heel snel. Beschouw jezelf als een creatief. Ja, ik ben een creatief. Dat is het hoogste percentage van de mensen hier aanwezig. Dat schommelt rond de 75% en 83%. Nee, ik ben geen creatief. Nou, het is 11-12% van de mensen. Ik twijfel of ik mezelf zo noem. Dat is 5%. 9%, wat is een creatief? Daar ben ik wel heel benieuwd naar wie dat. Ja. 69%. 68%. Oh, we zijn nog niet allemaal klaar. Jullie zijn er nog niet? Het wachtwoord nog even laten zien. Het wachtwoord. Of roep dat nog eventjes. Kan je dat? 3776. En wat was het laatste? 27. 277637. Dus het wachtwoord is 277637. Het staat half boven op de slide. Is nu iedereen die ingelogd is ingelogd? Ja? Oké, nou, ik merk dat het grootste aantal. Oh, mensen zijn nog niet klaar. Zijn we nu klaar? Oké. 61 mensen hebben gestemd. Daarvan is 67% noemt zichzelf een creatief. 15% geen creatief. En 10% twijfelt of hij zich zo moet noemen. 8% die vraagt zich af, wat is dat eigenlijk zo'n creatief? Wie twijfelt? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. En wie? Ja, nou, dan kom ik. Natuurlijk heb ik die microfoon tot het laatste bewaard. Daar had je niet op gerekend. Waarom twijfel je? Nou, omdat ik niet per se een creatief vak of beroep heb. Maar wel allerlei creatieve dingen doe soms. Ik schrijf en ik maak wel eens websites. Dat is best creatief. Zeker. En wat dus doe je dan? Dus ik vroeg me ook af, wat is de breedte van een creatief, van de definitie? Nou ja, dat is dus inderdaad een hele goede vraag. Wat is de breedte van, wat is dan die definitie? Ik wil natuurlijk wel weten wat je taakomschrijving is.
Nou, momenteel ben ik coach. Dat ben ik pas geworden. En daarvoor was ik kwaliteitsmanager interim. Dus het is, ja, moet je ook heel creatief voor zijn. Daar moet je ook heel creatief voor zijn. Dat kan ik me voorstellen. Nou ja, gelijk, kijk, dat is natuurlijk... Je begeeft je al gelijk op een ingewikkeld thema. Want inderdaad, wat is de definitie van creatief? Op welke manier kan je het invullen? Zijn er gewone functies waarbij je creativiteit nodig hebt? Of gaat creativiteit over het creëren van iets? En op welke manier doe je dat dan? En ik denk niet dat we hier de definitie van creativiteit moeten gaan vinden. Maar dat creativiteit het uitgangspunt is van je bestaan, dat lijkt mij in ieder geval een uitgangspunt waar we misschien wat we kunnen delen met elkaar. Laten we gaan naar de tweede vraag. De stelling. 100% van mijn verdienvermogen behaal ik vanuit mijn creativiteit. Met andere woorden, ik kan volledig in mijn levensonderhoud voorzien door de creatieve werkzaamheden die ik heb. En daarbij heb ik geen baantje als barman of als callcenter medewerker of iets totaal anders dat niet in de lijn zit met mijn creativiteit. 100% van je verdienvermogen behaal ik vanuit mijn creativiteit. Dat gaat nu over 59% van de mensen doen dat nog niet. 41% van de mensen die doen dit wel. Goed, dus je zou kunnen zeggen 60-40 is het nu. Dus het merendeel van de mensen die halen nog niet 100% van hun verdienvermogen uit creativiteit. Dank. We gaan door naar de volgende. Ben jij al begonnen aan jouw creative revolution? Wat is dan die creative revolution? Dat zei ik zo net ook al. Waarbij je jezelf je creativiteit centraal stelt en ook de stap durft te maken om je daar voor de volle 100% op te focussen. En meestal komt daar dan ook weer een inkomen uit. Een inkomen waar je in ieder geval tevreden mee bent. Dus het merendeel van de mensen is begonnen aan de creative revolution. En ongeveer een derde niet. We hebben nog wat mensen te gaan. Maar die verdeling lijkt vrij stabiel. 60-40. Oké. Heel goed. Dankjewel. Laten we verder gaan. Wat heb je dan nodig voor die 60% om de Creative Revolution door te maken? Is het belangrijkste aspect daarbij talent? Heb je daar geld voor nodig? Een andere bron van inkomsten zodat je helemaal kan focussen? Gaat het over een opleidingstraject zoals, nou, laten we zeggen, de BrainWorks Academy? Of gaat het over iets anders? Geld, dat staat nu met stip op de eerste plaats. Gevolgd door iets anders, maar we hebben nog maar 13 mensen gestemd. Dit is heel interessant hoe dit zich gaat ontwikkelen. Talent en geld staan nek aan nek op de tweede plaats. Maar iets anders gaat nu aan kop. 43 van de 63 mensen hebben gestemd. Is dit wat het is? Nee, nog niet. Iets anders lijkt stabiel op de eerste positie te staan. Nou ja, zoals verwacht. Wie heeft iets anders ingetoetst? Waar moet je aan denken bij iets anders? Tijd. Tijd, ja. En is geld in die zin ook tijd? Of hangt dat niet per se samen? Nee, hoeft niet per se. Ben je niet je tijd aan het besteden aan het verdienen van geld, zodat je daardoor ook minder tijd hebt voor je eigen creativiteit? Ja, dat is ergens ook alweer waar. Maar als je ook je creativiteit wil laten gelden, hoeft er niet ook altijd geld tegenover te staan. Ja. Heel goed, denk je. Wat doe je? Ik doe een opleiding voor hovenier en ik werk in de communicatie. Nou ja, heel goed. Dank je wel. Nog meer mensen die iets anders hebben ingevuld. Tijd, zeg jij ook? Tijd. Heel goed, jou heb ik al gesproken. Ik zag daar ook nog een hand omhoog gaan. Ja, ik loop even naar je toe, want dan ben je voor iedereen te verstaan. Ja. Hallo. Lef. Lef, Durf. Ja. Heb je dat lef nog niet? Of wat heb je nodig om dat lef te ontwikkelen, denk je? Dat is de vraag, inderdaad. Nou, daar hebben we een hele avond om dat te gaan onderzoeken. Misschien kom ik aan het eind nog even bij je terug. Hier was nog ook iemand. Had jij ook je hand opgestoken of niet iets anders? Wat heb jij nog nodig dan? Timing. Juist moment, juiste plaats, de juiste mensen ontmoeten. Oké. Dankjewel. Volgens mij
hebben wij nog een laatste vraag. En de laatste vraag is een wordcloud. Dus betekent niet dat het meer keuze is, maar dat je zelf iets in kan vullen. Wat staat je in de weg om die creative revolution te bereiken? We hebben hier gehoord al lef, inderdaad. Zijn er nog andere thema's, andere onderwerpen, andere barrières, kennis? Oh, niks. Oké. Je staat jezelf in de weg. Oké, dat kan ik me ook. Dat kan ik me heel goed voorstellen zelfs. Netwerk, naamsbekendheid. Ja, lef hebben we inderdaad net gehoord. En wat bij deze wordcloud meestal gebeurt is, als ik het goed heb begrepen, de woorden die het grootste zijn, dat wordt het vaakst ingevuld. Omgeving wordt er ook gezegd. Afstuderen. Daadkracht. Werkdruk. Talent. Zelfvertrouwen. Angst. Ja, dat hangt met elkaar samen. De rust. Het gewoon doen. Mijn man. Nou, wie heeft mijn man ingevuld? Daar ben ik nu heel benieuwd naar. Dat verhaal zou... Nou, misschien komen we daar later ook weer op terug. Managers staan ook in de weg. Believe. Netwerk, inderdaad, dat is ook een belangrijk thema. Met het juiste netwerk kan je dan de juiste stappen nemen. Power. Twijfel. Ja, mezelf ook. Heel goed. Een baby. Zag ik nou een baby? Ja, een baby. Dat kan ik uit ervaring beamen. Baby's die staan heel veel werk in de weg. Maar op een gegeven moment groeien ze op. Dan wordt het ook wel wat minder. Even kijken hoor. Power. Exposure. Nou, we hopen natuurlijk tijdens dit programma een aantal van dit soort thema's ook te adresseren. Om te zorgen dat er duidelijk wordt wat de barrières zijn. Wat voor de mensen zelf de barrières zijn geweest. En hoe ze die uiteindelijk ook overwonnen hebben. Maar je zou naar aanleiding van deze World Cloud wel kunnen zeggen dat netwerk, focus, angst, jezelf, zelfvertrouwen en kennis wel de grootste thema's zijn. Dank jullie wel. Dit was een klein beetje om kennis te maken met elkaar. Te weten wie we in de zaal hebben zitten. Maar zoals beloofd zijn natuurlijk de creatives die aan de BrainWorks Academy hebben deelgenomen hier ook aanwezig om hun pitches te geven. En ze zijn vrij streng geweest in de voorwaarden van die pitches. Wat betekent dat iedereen 60 seconden heeft, niet meer dan 60 seconden, om hun eigen pitch te doen. En na die 60 seconden ren ik ook onverbiddelijk het toneel op om je te onderbreken waar je dan ook bent. Dat zal niet met geweld gepaard gaan zoals ik hier voor me zie. Maar dat zal liefdevol zal ik vragen of je af wil ronden. En de eerste pitch die gegeven zal worden wordt gedaan door Ina Sok. Graag een warm applaus. Welkom. Hallo? Hij staat aan en the floor is yours. Hallo? Succes. Oh. Dankjewel. De toekomst is onzeker en de wereld is complex. En dus zijn organisaties voortdurend in beweging. Organisaties hebben creatieve synergisten nodig. Die zijn creatief, authentiek en onafhankelijke denkers. Een synergist is een spier die andere spieren in beweging brengt. En die brengen weer anderen in beweging. En al die spieren bij elkaar, die genereren een energie die jouw organisatie innovatief maakt en wendbaar en uiteindelijk ook productiever. Creativity in Company kan je helpen om die spieren te ontwikkelen. Wij brengen een kunstenaarsmindset in jouw organisatie. Je kan straks bij mij een test komen halen. Die is gratis en met tips over creativiteit. En je kan mijn boek komen halen, maar die is niet gratis. Dankjewel. Dankjewel, Ina. Mag ik vragen of jij alvast... Dankjewel. Mag ik even vragen of je op het podium plaats gaat nemen? Want we gaan later langer met je in gesprek. Ik was erg onder de indruk van je presentatie met dat filmpje. En ik denk dat ik die onverbiddelijk dat idee ga stelen. Dus dankjewel. En als ik met Kevin goed begrijp, moet ik je daar ook weer financieel voor compenseren dan? Ja, precies. Nou, daar hebben we dan nog over. Maar we gaan door naar de volgende pitcher. Dat is een bekende van me. Dus dat vind ik helemaal leuk dat ze hier is. Graag een warm applaus voor Sharon Dadandami. En je hebt fans in de zaal. Sorry, de klikker is daar inderdaad. En dan is de floor yours. Succes. Yes.
Wat is jouw diepste verlangen? Ik heb het voorrecht te werken met mensen die opereren vanuit hun diepste verlangen. Waaronder ook heel toevallig mijn broer. Het ondersteunen van muzikanten en andere makers is mijn core business. Zodat zij kunnen focussen op hun prioriteit. Creëren. Met Dinova bied ik een flexibele vorm van management aan die nieuw is. Zodat rust en ruimte ontstaat in een organisatie voor artiesten. Mijn manier van management is transparant en heeft de Fair Practice Code als uitgangspunt. Fair pay, fair share. De vergoeding is een vast bedrag per maand. In combinatie met de succesfee, afhankelijk van de behoeften van de artiest. Daarnaast is het mogelijk om de samenwerking van korte duur tot stand te brengen als dat de wens is van de artiest. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat ik schaalbaar en toch persoonlijk kan werken. Ben jij een ambitieuze creatieveling en kun je hulp gebruiken in jouw bedrijf, onderneming? Scan deze QR-code en let's connect. I create, you create, I manage. Of andersom. Zwaar. Geweldig, dankjewel. Neem plaats. Sharon en Ina, fijn dat jullie er zijn. We gaan in een sneltreintempo door jullie pitches heen. Of iets dieper op jullie pitches in. Ina, de stap om je eigen creativiteit centraal te stellen. Deed je dat voordat je aan de Brainworks Academy deelnam nog niet? Of welke vond je dat je die stap moest nemen? Ik ben beeldend kunstenaar, maar ik heb ook 14 jaar bij de Autoriteit Financiële Markten gewerkt. Mm-hmm. Als communicatie-expert. Mm-hmm. En daar deed ik dat nog samen. En toen ik daar wegging, toen wou ik die twee dingen eigenlijk bij elkaar brengen. Mm-hmm. Dus creativiteit in organisaties van kunstenaars vooral. Ja. Van hun creatieve processen, van hun creatieve technieken. En eigenlijk is dat wat ik in organisaties wil brengen. Want dat hebben organisaties tegenwoordig nodig. Om flexibeler te worden. En om adaptief te zijn voor de wereld die steeds maar verandert. Mm-hmm. En dat is een spier die je moet trainen. En daar wil ik ze bij helpen. En wat is je eigen positie daarin? Ben je dan nog steeds die kunstenaar en... Want we hebben het hier zo net ook gehad over, wat is de definitie van creatief zijn dan? Of een creatieveling zijn? Wat ben je? Ben je de manager, ben je de kunstenaar, ben je de consultant? Allemaal. En dat daar komt de creativiteit samen? Iemand zei net, ik ben coach, dus ik weet dat is wat anders. En toen dacht ik, ja, als coach ben je ook heel creatief. Mm-hmm. Moet je de hele tijd ook meebewegen en moet je luisteren naar wat iemand zegt. Dus ook bij de AFM, toen ik daar werkte, waar allemaal juristen en accountants enzovoort werkte, dacht ik ook, ja, daar was ik ook creatief in wat ik daar deed. Ja. Dat is, ik vind dat niet zo afgebakend. Ja, dankjewel. Sharon, Ina is inderdaad senior advisor en ook kunstenaar. Mensen zouden jou ook als zangeres kunnen kennen en daarnaast manage je mensen ook. Je bent al zo goed op streek, je manage Typhoon, je hebt dit toch helemaal niet nodig? Daarom juist. Waarom juist? Omdat ik heel veel ervaring nu heb opgedaan. En heel graag veel meer mensen wil helpen. Mm-hmm. En Typhoon was zeker een goede leerschool. En dat blijf ik ook gewoon doen. Hij is mijn grootste klant. Maar ik denk met de kennis en ervaring die ik nu heb, dat ik heel veel mensen een stuk op weg kan helpen. Of niet eens op weg helpen, gewoon daar brengen. Ja, ja. Want dat de ruimte creëren voor een creatieveling. Ja, dus managers zitten niet in de weg van creativiteit. De verkeerde manager. Call me. Maar waarin zit jouw creativiteit dan als manager? Je bent een facilitator, dat is toch niet creatief? Ja, ik had laatst een gesprek met een vriend van mij. En die vertelde, dan heb je verschillende traits die je hebt. En hij vertelde dat ik een manifester was, volgens mij. En iemand die dus andere ideeën van andere mensen naar een ander level kan tillen. Of in ieder geval dat pakt en dat dan verder brengt. En dat was zo typerend voor mij. Het is niet zozeer dat ik zelf vol sta van ideeën. Maar de ideeën die andere mensen hebben, wil ik heel graag verder brengen. Of in ieder geval dat het iets moois kan worden. Ja. En dan zit je als manager best wel goed.
Oké, heel goed. We moeten afronden, want ook ik moet zitten, we moeten dus werken onder grote tijd. Maar nee, don't go anywhere, want we hebben nog afsluitende vraag. Ja. In een aantal van de pitches zit ook inderdaad een call to action. Dus we kunnen naar je toe komen voor een vragenlijst, geloof ik. Ja, ik heb een kleine test waarin je kunt zien van hoe sta je ervoor qua creativiteit. En daar zitten ook tips bij. Mm-hmm. En iedereen kan mijn boek natuurlijk kopen. Dat gaat over creativiteit in organisaties. Heb je het vandaag bij je en hoe duur is het? Ik heb het bij me en het kost €24,95. En kan ik pinnen bij je? En ik heb een pinapparaat. Heel goed. Maar je mag hem ook gewoon even inkomen krijgen. En wat doe je uiteindelijk met de resultaten van de vragenlijst die wordt ingevuld? Dit is gewoon voor de mensen zelf. Dat je gewoon kunt kijken van, hey, zo sta ik ervoor. En dat je daar dus misschien ook actie op kan ondernemen. En er zitten tips bij hoe je dat zou kunnen doen. Dankjewel. En jouw call to action was eigenlijk dat mensen in contact met je kunnen komen. Nu heb ik een buurmeisje dat heel erg leuk kan zingen. Leuk. En ik heb je QR-code gezien. Ja, is dat waar je naar je op zoek bent? Nee, helemaal niet. Ik zei ook heel specifiek ambitieuze creatievelingen. Mm. En dat is wel een voorwaarde voor mij, dat het wel niet van, hey, ik wil een plaat droppen, leuk. En daarna, I don't know, make some money. Het is wel tof als mensen een visie hebben of ergens naartoe willen werken. Dat ik dat kan faciliteren. Ja. En niet gewoon hapsnap, eventjes, maar iets willen doen. Het moet een bron zijn die jij kan versterken. Ja, maar zonder bron kan jij eigenlijk ook niks anders doen. Dan kom je uit bij Nova, weer ster, dat die helder wordt en zo. Ah, ja. It's all connected. Heel goed. Sharon en Nina, dankjewel. Een applaus. Dankjewel. Maar hoe gaat het nou precies in zijn werk? Welke stappen moet je ondernemen als creatief om jezelf inderdaad centraal te stellen? Daar gaan we wat langer over praten met onze volgende gast. En graag een warm applaus voor Gerben van Etten. Welkom. Kan ik jou voorzien van een glas water? Heel graag. Okay. Goed, Gerben, voor de mensen die jou niet kennen, wie ben je en wat doe je in het leven? Ik ben componist, producer en toetsenist. Dat doe ik nu ook fulltime sinds kort, maar daar komen we zo dadelijk nog op terug. Dat is eigenlijk wat ik doe. Ik werk met name thuis in mijn studio. En als toetsenist speel ik in de Cosmic Carnival. Dat is een Rotterdamse band. Daar zit ik al 13 jaar in en op dit moment doen we daarmee een theatershow over Fleetwood Mac. Ah, heel goed. Je bent autodidact. Als het goed is hebben we ook nog een foto van je eerste aanraking met de muziek. Ja, kijk, klopt. Wat zien we? Links zie je waar ik eigenlijk mee ben opgeleid. Dus ik ben eigenlijk klarinetist. Dat was een screenshot van mijn allereerste optreden ooit met de plaatselijke harmonie in het dorpje in Brabant. Mijn broer die had keyboardles en als hij klaar was met lesnemen, dan ging ik erachter. En dat vond ik eigenlijk een stuk leuker. Dus ik heb mezelf gaandeweg toetsen aangeleerd. En ik geloof dat het niet dit model was, maar het volgende model wat mijn broer kocht, daar kon je ook mee opnemen. En dus 16 sporen naast elkaar. En ja, toen was ik gewoon verkocht. Ik zat eigenlijk de hele tijd achter dat ding. En vanaf dat moment gingen de cijfers op school ook naar beneden. En dat was het gewoon. En daar is het eigenlijk begonnen bij mij. Maar je hebt niet besloten om de stap naar het conservatorium te maken? Jawel. Maar dat heeft... Nee, maar maakt niet uit. Dat is de volgende foto namelijk. Toen heb ik mijn haar veranderd, zoals je ziet. Dat is niet... ik was 19, weet je, laat me rust. Dit was op het conservatorium. Ik heb de vooropleiding gedaan en daarna ben ik hoofdvak compositie gaan studeren in Tilburg. Dit was, als ik me niet vergis, had ik een klarinetkwartetje geschreven en mocht ik dat ook dirigeren. Ik had zo'n stokje gekocht en dacht ik van, dan kun je dat ook gelijk. Maar, dat beviel niet helemaal, omdat het eigenlijk best wel theoretische opleiding was. Dus ik vond het heel interessant. Maar ik had dat niet bewust door toen, maar ik kreeg er steeds minder interesse in, omdat het gewoon veel te theoretisch was. Er werd te weinig muziek echt gemaakt. Hmm. En in de tussentijd ging ik ook, en dat zie je op de laatste foto, ging ik met wat schoolvrienden op een gegeven moment een bandje beginnen. Of meer een soort kleinkunstgroepje was dat. En dat beviel me eigenlijk een stuk meer. Terwijl het, ja, daar zat niet echt een voortgang in. Dat deden we gewoon voor de grap. Maar ja, het conservatorium, dat beviel me niet zo heel erg. Ja. Dus daar ben ik ook na een paar jaar ben ik daar gestopt. En toen dacht ik ook eigenlijk eerlijk gezegd dat ik nooit meer de muziek in zou gaan. Dat het gewoon hobby zou blijven en dat ik, weet ik veel, ging wel wat anders doen. Toen ben ik bij de gemeente gaan werken. Mm-hmm. Dat heb ik net iets te lang gedaan ook. Achter de balie gewoon of in het callcenter. En
ja, toch op een gegeven moment begon het wel weer te kriebelen om muziek te maken. Dus het is wel teruggekomen weer. Mm. Maar het conservatorium, dat heb ik wel geprobeerd. Maar specifiek daar, ik weet niet hoe het bijvoorbeeld hier in Amsterdam is of in Rotterdam. Maar daar was het niet voor mij. Maar het stoppen met het conservatorium, heeft dat ook iets gedaan met je zelfvertrouwen? Of de overtuiging dat je al dan niet jezelf als een muzikant zag? Nou, op dat moment was ik ben helemaal niet opgegroeid met lichte muziek. Dat is een beetje het gekke daarvan. Dat kwam echt later pas. En op dat moment dacht ik gewoon, ja, we zien wel hoe het komt. Ik ga wel gewoon weer ergens wat spelen of ik ga de klarinet weer oppakken of wat dan ook. En ik was er op dat moment niet echt heel erg mee bezig. Ik baalde vooral heel erg dat de droom die ik had van het conservatorium. Iedereen zei, weet je, als je in een klein dorp goed bent in muziek, dan ja, praat iedereen tegen je van joh, je moet naar het conservatorium. Mm. Dat is het hoogst haalbare dan. En dan kom je daar en ja, dan zitten daar al die andere jongetjes die allemaal te horen hebben gekregen, je moet naar het conservatorium. Yeah. En ik denk dat ik daar gewoon een beetje op verkeken had of zo. Uiteindelijk heb je ook 10 jaar, nou ja, nagenoeg gratis gespeeld. Ja. Kan je daar die context een beetje voor schetsen? Het gratis spelen, dat zie je op de volgende foto, zie je er al iets van. Als ik de cue, yes. Ik ging dus in 2007 richtte ik samen met een vriend van mij de band op, de Cosmic Carnival. Daar vond ik wel echt gewoon de passie terug van wat ik zo mooi vond aan het muziek maken. We waren alle twee heel erg gemotiveerd, we verzamelden mensen rond elkaar. En we gingen opnemen, je ziet links de eerste foto, dat is in de eerste oefenruimte die we hadden. Het was op dat moment, nou, misschien niet op deze foto, maar ik heb daar regelmatig met -5, want er was geen verwarming daar. Hebben we daar tot diep in de nacht zitten opnemen en partijen uitwerken en zo. En het was gewoon puur omdat we daar zoveel passie voor hadden, zoveel plezier voor hadden. Ja, daar gingen we gewoon voor. En het was gewoon bekend van, joh, in het begin moet je gewoon meters maken. En doet me denken aan, ja, misschien een beetje grof te zeggen, maar een liedje van iemand, dat was een parodie op Als ze er niet is. En dat ging daarover. Dat was tot je enkels in de pis in een zaaltje in Pernis. En dat is wel echt wat we hebben meegemaakt. Gewoon zo, gewoon lege zalen met z'n 6 op het podium voor 2 man in publiek. Mm. Maar dat maakt niet uit. Maar je won ook prijzen in die tijd, toch? Dat zo zijn we dus begonnen. Maar in 2009, toen hebben we ons ingeschreven voor wat prijzen. En toen wonnen we dus de grote prijs van Nederland. En toen hadden we wel zoiets van, oh, oké, dit is dus blijkbaar meer dan alleen hobby. Mm-hmm. En vanaf daar is het eigenlijk begonnen met, zijn we gaan kijken naar hoe gaan we dit, ja, ervoor zorgen dat we dit ook echt gewoon kunnen blijven doen. Dat je hiervoor betaald kan krijgen, maar dat is om dat echt voor elkaar te krijgen, dat loopt, dat was op dat moment gewoon niet binnen handbereik. Dat voelde gewoon niet alsof we dat konden. Dat is ook het moment dat je bij de gemeente ben begonnen te werken en dat je die twee dingen kon combineren. Je zei net dat je iets te lang daar bent blijven hangen. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat is eigenlijk een beetje waar dit ook over gaat, denk ik. Die zoals het zo mooi heet, de Creative Revolution. Het moment dat je besluit van waarom, ja, het gaat wel heel zwaar klinken dit. Waarom ben ik nou eigenlijk hier? Wat kom ik hier nou doen? Wat ga ik nou doen hier? En ik heb meerdere keren een aanbod gekregen bij de gemeente om een vast contract of om een andere functie. En die heb ik toch steeds afgewezen, omdat ik, ja, dat voelde ergens niet goed. Weet je wel? Ik had zoiets van, ja, dat klopt eigenlijk niet. Maar tegelijkertijd, als je voor de muziek, dat is allemaal leuk en aardig, maar aan het eind van de maand wordt er geen huur over gemaakt. Dus dat was een beetje een lastige keus. En het heeft voor mij heel lang geduurd voordat ik daar echt de stap kon zetten om daar ook echt weg te gaan. Dus dat wat heeft die stap veroorzaakt? Frustratie, heel veel frustratie. Het moment dat je dus besluit van, nou, dat gaat nu niet lukken. Ik ga nu niet fulltime dit kunnen doen. Ik kan het ernaast doen, maar niet fulltime. Op dat moment dan moet je je ook soort van neerleggen bij het werk wat je doet. Mm-hmm. En dat lukte niet helemaal. En daar heb ik heel lang mee geworsteld. En dat leidde dat ertoe dat ik bij de Brainworks Academy terechtkwam in 2018. Omdat ik het gewoon echt beu was om een soort van wel met die droom, wel met dat verlangen te zitten en er niks mee te kunnen doen. Had je toen kunnen zien wat er in de weg staat? Ik bedoel, dat hebben we in die WordCloud gezien. Soms was het lef, soms was het een baby, soms was het je man. Maar wat was het bij jou? Bij mij was het visie, vooral. Ik had heel erg wel, je kan zeggen van, ik wil rondkomen van de muziek. En als ik dan praat met mensen die niet per se in het wereldje zaten, die hebben het dan altijd over, joh, wanneer gaan jullie doorbreken? Weet je wel, wanneer ga je doorbreken? En als je in die mindset zit, dan blijf je altijd opboksen tegen van, oké, kom ik op de wereldrijd door en worden we opgepikt? En als je dan dat niet doet of dat niet hebt, dan moet je net zo lang wachten tot dat wel gebeurt. En dat is geen realistische visie. Dat is geen realistisch
traject om als creative gewoon aan de slag te gaan. En daar ontbrak het heel erg aan. En ja, god, aan de andere kant, het is voor een tijd lang is het ook gewoon oké om daar een beetje in rond te dobberen. Mm. Omdat je ook gewoon op die manier je kilometers maakt als creative zelf. Want je hebt natuurlijk, je hebt het zakelijke aspect, maar ja, het aspect van gewoon muzikant zijn en jezelf daarin ontwikkelen is ook heel belangrijk. En bij wijze van spreken, als wij een jaar na het winnen van de grote prijs, dat was 2009, als wij toen een zakelijke opleiding hadden gekregen, dan weet ik niet of er een tweede album was gekomen. Dan weet ik niet of we daar nog zin in hadden, want dan zit je zo. Dus dat is in ieder geval voor mij persoonlijk is dat zo gelopen. Is het de juiste timing geweest uiteindelijk om dat pas in 2018 die beslissing te nemen dat je helemaal op de muziek gaat focussen? Ik denk voor mij wel uiteindelijk. Oh ja. Omdat we hebben het nu tot nu toe alleen over de Cosmic Carnival gehad. Maar daarnaast, ik ben eigenlijk toch al zo'n 10 jaar of zo echt bezig om gewoon los van de band om te schrijven. Muziek te maken, muziek te produceren. En dat zien we op het volgende plaatje. Dat is Where the Magic Happens. Dat is mijn thuisstudiootje. Het is niet veel, maar hier breng ik het grootste gedeelte van mijn tijd door. En dat wilde ik uitbouwen tot. Daar wilde ik eigenlijk mijn beroep van maken. De band is super tof. Maar ja, dat was niet het enige wat ik wilde doen. Ook omdat die klassieke opleiding die ik had, die zat er toch wel. Nog altijd achter. Dus ik wilde toch wat meer dingen maken dan alleen maar popmuziek. En wat was de vraag ook weer? Ik ben het even kwijt. De vraag was of de timing op tijd was. En dat was in dit geval zo. Maar wat je zo net ook zei is, aan het eind van de maand moet inderdaad de huur betaald worden. Dus je kan voor jezelf wel de beslissing nemen dat die Creative Revolution plaatsvindt. Dat je jezelf als creative, als muzikant centraal stelt. Betekent ook dat je de juiste opdrachten binnen moet halen om te zorgen dat je die huur betaalt. Precies. Hoe doe je dat? Nou, dat is een goeie. Ik zag net, wat staat je in de weg? En veruit het grootste was netwerk. En dat was in mijn geval was dat ook zo. Omdat je, als je de droom hebt en je hebt, zou ik maar even zeggen, de spullen en je hebt het talent, dan heb je nog niet per se de mensen om je heen die ook snappen wat jij dan nodig hebt. Je hebt niet per se mensen om je heen die nodig hebben wat jij kan bieden. En ik ben voor mezelf niet heel erg extreem uitgaand. Ik vind het ook niet heel comfortabel om hier te zitten, maar dat komt vanzelf goed. Dus dan is het lastig om een netwerk op te bouwen. Als je niet weet waar je moet beginnen. En ik had natuurlijk wel wat opdrachten links en rechts. En ik had wel wat mensen om me heen. Maar ja, nog niet voldoende sowieso om daar ook echt gewoon vol tijd mee bezig te kunnen zijn. En dat was ook wel één. Ja, er waren heel veel redenen dat ik naar Brainworks toe ging. Maar één daarvan was wel in de hoop dat ik daar ofwel leerde om hoe je een netwerk opbouwt, hoe je mensen aanspreekt, hoe je die mensen leert kennen. En aan de andere kant om daar mensen te leren kennen waar je wellicht samen mee iets moois mee kan maken. Hoe heb jij dat gedaan? Hoe heb je je netwerk opgebouwd? Want ik denk dat heel veel mensen inderdaad met hetzelfde euvel zitten, dat ze niet weten hoe ze dat moeten doen. Nou, ik zit nog steeds met dat euvel. Het gaat wel wat beter, maar het is een kwestie van snappen waarmee je naar iemand toestapt. Dus op het moment dat je dat is mijn ervaring heel lang geweest, dat je in je achterhoofd hebt van, ik heb een opdracht nodig. Ik heb een opdrachtgever nodig. En dan ga je naar een plek waar je van je weet iemand aan en dan zie je gewoon overal om je heen, er hangt gewoon een bordje van, ik heb voor jou een opdracht nodig. En dat is niet hoe je iemand, weet je, dat is niet hoe je iemand ontmoet. Dus het gaat er meer over dat je weet wat je zelf doet, weet wat voor waarde je kan brengen aan iemand zijn project of iemand zijn product. En welke waarde is dat voor jou? Nou, op het moment dat je. Weet je, dat is een lastige vraag om te beantwoorden. Als je mij vraagt wat de waarde is van wat ik bied, wat ik zeg maar vanuit Brainworks heb opgezet, dan gaat dat over muziek bij beeld of muziek bij media. En dat kwam bij mij echt vanuit een frustratie dat de meeste muziek die ik hoorde bij media was gewoon stokmuziek die voor 1 euro van internet geplukt was of nog erger gewoon zelf geschreven. En ja, goed, ik ben natuurlijk vrij kritisch, dus dat klonk mij niet zo heel mooi in de oren allemaal. En ik werd er een beetje boos over dat muziek heel vaak gebruikt werd als een soort zoethoudertje voor de oren. Mm-hmm. Weet je, de lucht moet trillen en ondertussen laat je iets zien. Terwijl op het moment dat je beeld hebt of media hebt waarbij de muziek en het geluid echt precies aansluit bij wat je ziet en dat ze samen hetzelfde vertellen, dat ze samen dezelfde boodschap overdragen, dan maak je er echt een ervaring van. Dan tover je het echt om tot iets wat veel hoger komt te staan dan alleen maar gewoon een video. En dat is iets wat ik
Dus ook al voordat ik bij Brainworks kwam, deed en probeerde toe te passen, maar nooit zo helder heb kunnen vangen. En dat is ook wel iets wat ik echt daarbij heb geleerd. En wat zeg je tegen mensen of creatieven die zeggen, ja, maar ik vind het heel moeilijk om mezelf als product te zien. Ik wil mezelf niet verkopen als product. Dat is dan mijn barrière om bijvoorbeeld niet, daardoor ook niet te kunnen netwerken. Wat zeg je tegen die mensen? Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen en ik heb daar zelf ook mee gezeten. En met name, in ieder geval in mijn kringen was het zo dat als je het ging hebben over product of over markt of over enige vorm van businesstaal, dat mensen daar gelijk soort van naar kijken alsof je vloekt. Het gaat er niet om dat je jezelf als product ziet. Het gaat erover dat je weet wat jouw creativiteit kan bieden. En dat je datgene als product ziet of als brand ziet. En Dat moet je niet verwarren met je eigen persoonlijkheid. Dat is heel erg belangrijk. Het is ook niet zo dat je je eigen persoonlijkheid kwijtraakt of verloochent op het moment dat je daar een prijskaartje aan hangt. Want datgene wat jij maakt, dat staat heel ergens anders. En op het moment dat je dat durft, weet je, op het moment dat je de deur open doet en je laat het zien, je brengt het naar buiten, ja, dan kun je ervoor kiezen om dat gratis te doen of om daar een prijskaartje aan te hangen, maar om te herkennen wat voor waarde het heeft en daar gewoon ook gewoon waardevol mee om te gaan. Weet je, als het jou iets waard is en je geeft het gratis weg, dan weet ik niet wat dat zegt over jou, over de waarde die je er zelf aan hecht. Ja. Dus het is een hele moeilijke soort van koppeling om te maken, zeker als je creatief bent, want daar ben je normaal gesproken niet mee bezig. Maar het is denk ik wel heel belangrijk om te weten dat je niet jezelf kwijtraakt op het moment dat je dat doet. In mijn geval heb ik een heel groot gedeelte van mezelf zelfs daarin, heb ik daar veel meer rust in kunnen vinden. Omdat ik eindelijk voelde van, oh ja, dat is ook gewoon heel logisch. Dat op het moment dat er zoveel aandacht wordt besteed aan de muziek van deze video van 1 minuut, dat het ook logisch is dat dat niet €2,50 kost. Zoals dat, weet je? Ja. Tijd zit er bijna op. We hebben nog precies 20 seconden om je toekomstvisie te formuleren. Wat wil je over 5 jaar bereiken? Over 5 jaar wil ik het liefst een aparte studio hebben in plaats van in mijn woonkamer. Want die foto is genomen vanaf de bank. Wil ik heel graag, zoals waar we nu mee onderweg zijn met de Cosmic Carnival, die show die willen we gaan uitbreiden naar het buitenland. En het liefste wil ik op dat moment bezig zijn met de soundtrack voor een hele mooie documentaire. Helder. Dank je wel. Dankjewel. Wij gaan weer over naar 2 pitches. En de eerste die hier gaat pitchen is ook weer een oud bekende van me. Het is een leuke begin met een fijn en goed gezelschap. Geef een warm applaus aan Mitchell Esaias. Welkom. Ik heb hier een microfoon voor je. En ik heb ook nog een klikker voor je. Alsjeblieft. Hallo. Ja. Heb je nog een hand over voor die klikker? Of heb je heb maar, ik niet nodig. Okay, mag goed. Gewoon naar de volgende slide. Ja. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Mitchell Esaias. Ik ben medeoprichter van de Black Archives. En dat is een uniek cultureel centrum waar meer dan 10.000 prachtige boeken, documenten en artefacten hebben rondom Surinaams, Caribische en Afrikaanse geschiedenis. En op basis daarvan ontwikkelen we prachtige exposities zoals deze en educatieve tools, geven we rondleidingen en doen we hele mooie dingen. En de reden dat we dat doen is omdat we in ons educatieve systeem heel weinig leren over bepaalde delen van de geschiedenis. In bijzonder de koloniale geschiedenis. Is dat herkenbaar voor sommigen? Even je hand in de lucht, ik heb maar 1 minuut. Ja, oké. Ongeveer de helft van de zaal herkent dat. En dat is een probleem. Want daardoor zie je dat mensen weinig historisch besef hebben, weinig culturele sensitiviteit ontwikkelen. En dat zie je bijna wekelijks terug in het nieuws. Deze week zag ik bijvoorbeeld meneer Ron Jans, die even in de problemen kwam. Dus wat wij willen doen, is interactieve educatieve tools ontwikkelen die kunnen bijdragen aan die culturele sensitiviteit en het historisch besef van mensen, zodat we in een wat, ja, prettigere samenleving kunnen wonen en elkaar met wat meer respect kunnen behandelen. Dank jullie wel. Dankjewel, Mitchell. Neem plaats. Onze volgende pitcher, die inderdaad ook 1 minuut heeft, is Stefan Bruse. Heb jij de klikker wel nodig? Nee, bij mij kan die ook gewoon naar de... Gewoon naar de volgende slide. Gewoon. Helemaal goed. Gewoon rustig. Hoi, ik ben Steven Bruse. En ik ben online beter bekend als Ice Steve. En ik teken op bananen, zoals je hier ziet.
En daarmee heb ik een connectie weten te maken met de rest van de wereld. En hoe? Mijn werk is viral gegaan en dus letterlijk over de hele wereld gegaan. En even kijken. En connectie is heel belangrijk voor online. De algoritmes van social media zijn gebaseerd op connectie of een bekende woord, engagement. En als je connectie hebt, dan kan je het overbrengen. En ik heb daar 3 voorbeelden van achter mij. Ik heb daar links, heb ik op het werk van Michelangelo, heb je rechts God die door middel van een connectie het leven overbrengt op Adam. Dan heb je daar rechts heb je een campagne van Fairtrade Canada die de boodschap wilde overbrengen. Waarom eigenlijk de bananen zo goedkoop zijn en wie daar de dupe van zijn. En in het midden heb je een QR-code met de link naar mijn website. Voel vrij om even te proberen. En volg mij voor meer connectie. Wat ik verder geleerd heb, is dat ik een betere connectie kan hebben door dicht bij mijn eigen waarden te blijven. Even spieken. Even kijken. En creatief en authentiek, dat zijn 2 waardes. Maar mijn derde waarde is eerlijkheid. En daarom heb ik ook besloten om voortaan meer te focussen op projecten die duurzaamheid en fairtrade, eerlijke handel, bevorderen. Want we leven niet voor onszelf, maar voor de ander. Dat was hem. Heel goed, dankjewel. Nou, fijn, mooi, imposant. Mitchell, om bij jou te beginnen. Ook aan jou eigenlijk de vraag. We kennen je uit verschillende media. Je hebt verschillende activiteiten ondernomen. Wat was voor jou, wat hielp jou over de drempel bij Brainworks Academy? Kevin. ik ben inderdaad met allerlei activiteiten bezig. Het voornaamste is op dit moment dus de Black Archives. En dat is ooit begonnen als, of eigenlijk organisch gegroeid vanuit de studentenvereniging. Mm-hmm. Maar het is nu wel mijn fulltime job. En omdat het vanuit een soort verenigingsideaal beeld is begonnen, deden we heel veel gratis en vrijwillig. Mm-hmm. En moest ik een soort mindshift maken om een betere balans te vinden tussen het sociale en het ondernemen. Mm-hmm. Dus dat was de voornaamste reden om hier aan deel te nemen. En wat is het belangrijkste dat je hebt meegenomen na deze dit traject? Ik vind het moeilijk om 1 specifiek ding te benoemen. Twee maar het gaat ook eigenlijk om gewoon die mindset. Ik vond het heel herkenbaar wat de vorige spreker zei. Dat als je iets met passie doet of vanuit bepaalde idealen en mensen zien dat je het vaak doet voor de cause of dat je het gewoon leuk vindt om te doen. Mm-hmm. Maar als je dat 10 keer per week doet, moet er ook wel gewoon brood op de plank komen. Ja. Dus je moet iets in je mindset veranderen. En kijken hoe je prioriteiten kan zetten, wat je waarde is. En op basis daarvan handelen. Maar dat vind ik ingewikkeld. Want tegelijkertijd moet je iets in je eigen mindset veranderen. Maar in de mindset van anderen. Mensen die jou vragen om advies te geven. Ja. Of mensen die je vragen om je visie op bepaalde zaken of bepaalde projecten. Mm. Ja, die moet ook hun mindset veranderen. Om te laten begrijpen dat jij niet meer gratis op. Dat klopt. Dat betekent dat je eigenlijk mensen. Je moet gewoon grenzen kunnen stellen. Mm-hmm. En mensen moeten met je mee ontwikkelen. En mensen die niet willen mee ontwikkelen, die moet je gewoon achter je durven te laten. Mm-hmm. Heb je dat ook al gedaan in de afgelopen periode? Ja, toch wel een aantal keer. Gewoon een aantal keer nee zeggen of wat duidelijker en beter onderhandelen vanuit jouw waarde. Mm-hmm. Dus dat is denk ik wel een van de belangrijke dingen die ik heb meegekregen. Dat ik af en toe een praatje deed voor €100 of gewoon gratis. Dan krijg ik nu een wat mooier bedrag voor terug. En nu ben ik zo nieuwsgierig naar hoeveel, dus. Nee, het verschilt. Maar dat is wel iets. Dat is wel een serieuze vraag. Hoe bepaal je je eigen waarde? Hoe kan je zeggen dat je dus inderdaad dat x bedrag. En hoe kunnen andere mensen daar van jouw kennis profiteren? Het is een kwestie van aanvoelen. Wij doen het ook op basis van de organisatie. Als de organisatie is met een aardig budget, dan kan je ook een hoger bedrag. Maar dat weet je inzetten. Niet altijd. Je kan het wel inschatten. Mm-hmm. En als je gewoon met een bepaald voorstel komt en die mensen zeggen van dat is toch een beetje lastig. Dan kan je, als je dat wilt, wat meer op
naar hun toe bewegen. Mm-hmm. Of je kan zeggen van, nou, helaas gaat het hem niet worden. Ik ga jullie allebei even een casus voorleggen. Ik werd laatst gevraagd inderdaad om iets te modereren. Ze zegt een hartstikke mooi programma. En toen werd er wel gezegd, ja, we hebben wel enorm verlies op het project gedraaid. Dat loopt echt in de tienduizenden euro's. Dus als je inderdaad in je prijs omlaag zou willen gaan, ja, dan help je ons enorm. Stel nou, ik ga zo niet zeggen wat ik heb gedaan, maar stel dat jullie met zo'n situatie worden geconfronteerd. Wat zou jouw antwoord daarop zijn? Ik zou dan vragen, of tenminste, ik zou dan iets minder doen voor ze. Ik mm-hmm. word minder betaald, dus ik doe wat minder. Mm-hmm. Oh, minder? Oh, dus de activiteiten. Ja, dat maar ik moest een gesprek leiden, dus ik kan niet halverwege het gesprek weglopen. Nee, oké. Okay, ik zat ook te denken, oh, wat doe je dan? Dan zou ik kijken of daar een andere manier gecompenseerd kan worden. Ja, dat er misschien een gegarandeerde vervolgopdracht uitkomt. Ja. En wat zou jij doen? Het ligt aan de persoon die het vraagt of de organisatie. En als je daar een warme band mee hebt, een warme relatie. En je hebt tijd, genoeg tijd in die week. Dan kan je denk ik diegene tegemoet komen. Ja. Maar als het gewoon de organisatie is waar je weet van, die doen toch niet zoveel voor jouw ideaal. Dan kan je liever een avondje vrij houden. Ja. Ja, dat vind ik inderdaad. Je koppelt het of aan de werkzaamheden. Dus als je minder betaald wordt, doe je minder. Of je koppelt het inderdaad aan persoonlijke relaties. Als er een warme band is, ben je bereidwillig. Wat ik heb gedaan is iets anders. Nog een derde scenario. Ik heb gewoon gezegd, dit is de prijs. En wonder boven wonder was er toch genoeg budget om het te betalen. Dat is ook nog een ander alternatief. Wat is voor jou het afgelopen jaar het belangrijkste dat je hebt meegenomen? Wat ik meegenomen is een soort meer een connectie weer met mezelf, met mijn eigen waardes. Waarom ik eigenlijk, waar ik blij van word. En wat zijn dat? Eerlijkheid, dat had ik laatst genoemd. Creatief, bezig kunnen zijn en authentiek, dus echt mezelf. Maar dat, ik neem aan, dat wist je van jezelf toch ook al? Ja, maar eigenlijk toen ik ben begonnen voor mezelf, toen was het meer een soort survival modus, eigenlijk zoveel mogelijk opdrachten zien binnen te halen. En eigenlijk ben ik nu een beetje door een periode van bezinning heen gegaan, dat ik denk, ja, word ik van elke opdracht blij en is dat wel wat ik wil? Als ik iets niet, zeg maar, op mijn eigen netwerk zou willen delen, waarom zou ik het dan maken? Dat is maar omdat de rekeningen aan het eind van de maand op de mat liggen? Ja, nou ja, maar daar werk ik dus ook niet gelukkig van. Van de rekeningen niet? Nou, daar wordt niemand gelukkig van. Nee, maar van het feit dat je dus dingen om geld deed, werd je niet gelukkig? Ja, dan zou ik misschien liever andere dingen voor geld doen. Ja, ja. Dat minder van mezelf, waar ik minder van mezelf zou instoppen. Maar dat was ook niet de bedoeling. Maar zou je dan denken aan wat Gerben achter zich heeft gelaten, een bijbaantje bij de gemeente? Is dat, hoort dat tot de opties? Ik zie dat als een stapje naar. Stapje wat? Een stapje naar de 100%. Ja, precies. Precies. Heel goed. De tijd zit er helaas weer op, maar ik dank jullie hartelijk. Stefan en Mitchell. Wij gaan over naar onze tweede gast met wie we in gesprek gaan. Graag een warm applaus voor Michel Tedden. Welkom. Hallo. Kan ik jou ook van water voorzien? Heel graag, ja. Ondertussen ga ik je ook hetzelfde vragen wat ik Gerben gevraagd heb. Wie ben je en wat doe je in het leven? Ik ben Michelle Tedde. Ik ben interieurontwerpster, projectontwikkelaar en kunstenares. Dat is eigenlijk ook wat ik in het leven doe. Want mijn grote passie is kunst maken, dingen creëren en nu ook geld verdienen. Ja, want we hebben bij jou wil ik focussen op eigenlijk de volgende stap. Hoe kan je de mogelijkheden die zich aandienen zo ombuigen dat je daar als creatief ook gelukkig van wordt? Want ik heb begrepen, inderdaad, beeldend kunstenaar, dat is eigenlijk de oorsprong, toch? De bron waar je uit je werkt. En je hebt uiteindelijk naar die stap gemaakt naar interieurontwerp. Kan je daar iets over vertellen? Ik denk dat de bron is voor mij creëren. Mm-hmm. Dat zijn bepaalde kleuren, bepaalde materialen, bepaalde vormen samenbrengen tot iets. En uiteindelijk groeit dat tot steeds grotere dingen. Het begon dan bij kunst en bij sculpturen. En nu is dat gebouwen, is dat gehele architectonische gekke dingen. Mm-hmm. Um,
Dus ik vind het heel moeilijk om op je vraag te beantwoorden. Nee, het gaat even over de werkpraktijk. Op het moment dat je met keramiek werkt en dat je eigen sculpturen creëert, dan doe je dat onder je eigen voorwaarden. Ja. Je mag zelf definiëren hoe lang je ergens mee bezig bent. En je mag zelf bepalen wat dan de esthetische waarde daarvan is. Het moment dat je met projectontwikkelaars in zee gaat en je moet opeens een functioneel interieur ontwerpen dat waarbij bij je creativiteit kwijt kan. Maar waarbij mensen ook, waarbij het bij wijze van spreken hufteproof moet zijn. Het moet een x aantal mensen herbergen. Of we moeten het kunnen hebben. Dat is toch iets anders dan wanneer je in je eigen studio je keramiek sculptuur maakt. Ja. Hoe maak je die stap? Nou, het is eigenlijk begonnen bij de Brainworks Academy. Door een goede onderligging. Ja, goede basis. En vanuit daar eigenlijk met veel meer zelfvertrouwen kijken naar wat is er nog meer mogelijk. En toen was dus in één keer dat interieurontwerpen, interieurarchitectuur en werken met grote vastgoedinvesteerders is dus nu mogelijk. Hoe is dat gekomen? Wat was het eerste contact? Het eerste contact was eigenlijk heel gek. Ik ging een Dyson stofzuiger ophalen via Marktplaats. ja. En deze meneer die was ook vastgoedinvesteerder. En ik heb wel vaker over de app dat mensen dan zeggen, oh ja, dan gaan we samenwerken. En toen zei ik van, oké, nou, we spreken elkaar morgen. En toen kwam ik daar aan en het was echt een amazing gebouw waar we waren. En nou, hij had wel iemand nodig. En we zijn nu in contact. En we gaan volgende week of de week daarna gaan we dus... Wacht even hoor. Van je Dyson stofzuiger ophalen naar een plek komen die je tof vindt. Naar we gaan hier vloeien. De opdracht uitvoeren. Hoe werkt dat? Ja, ik denk dat ik wel iemand ben die heel goed in het dagelijks leven met iedereen contact legt. En connectie maakt. En de gekste dingen komen eigenlijk op mijn pad die... Ja... Heel gek, we hebben bij de Brainworks Academy heel vaak de vraag gekregen, wat is jouw gedroomde toekomst? Mm-hmm. En toen durfde ik te dromen. En er waren allemaal op dat moment hele grote dromen, die ik een beetje in de lucht heb gestopt. En uiteindelijk, wat was zo'n droom? Dus dat projectontwikkeling, bijvoorbeeld meubels ontwerpen. Überhaupt ontwerpen, er mogen zijn als creative, daar begon het bij. Maar had je dat gevoel nog niet voordat je bij de Academy kwam? Nou, ik was een ontzettend chaotische kunstenares. Ja, het maakte me eigenlijk allemaal niet zo uit. Ik wilde gewoon creëren en ik had dit nog niet voorzien dat het zo snel zou gaan eigenlijk. En dus daarbij, op de Academy heb je dus inderdaad het durven dromen, durven doelen stellen zou je bijna kunnen zeggen. Ja. En daar is het mee begonnen en dan op een gegeven moment had je die stofzuiger die je via Marktplaats op moest halen. Was je op dat moment ook heel bewust bezig met dit kan een volgende stap zijn of niet? Ja, ik heb wel een aantal vriendinnen die zijn bezig met het investeren in vastgoed. Mm-hmm. En dat is een heel veel kleiner niveau. Waardoor ik al wel daarin begon te bedenken van goh, wat is een veel gemakkelijker manier om geld te verdienen. Mm-hmm. Dus daar zat al wel meer achter. Ja. Alleen op een gegeven moment ga je dus steeds groter denken en bedenken van hoe kan ik bijvoorbeeld uit één klant, dat is dan dus zo'n vastgoedinvesteerder, steeds meer projecten halen. En dat gaat heel, heel gemakkelijk, omdat je dan een huisstijl ontwerpt op hun budget en op hun doelgroep. Mm-hmm. En vanuit daar kan je jarenlang samenwerken met zo iemand. Ja. En dat is veel gemakkelijker als dat je met een met iemand gewoon persoonlijk werkt en een woonkamer inricht waar meestal heel veel beren op de weg zijn en er is nooit genoeg geld. En, maar van chaotisch kunstenaar naar eigenlijk interieurontwerper in samenwerking met vastgoedontwikkeling. Ja. Nou, denk ik eigenlijk niet, want het is heel groot op dit moment. Iedereen die is bezig met de huizenmarkt. Hè? Nee, of dat zijn mijn mensen. Nee, maar die dat wel. Maar goed, van chaotisch kunstenaar een project opzetten waarbij met de deadlines de juiste dingen binnen budget worden geregeld. Dat zijn toch wel twee verschillende krachten: chaos of die orde. Definitely. Wat heb je daarin gedaan om dat te bereiken? Ik denk dat het altijd al wel in mij zat. Maar het is dus echt dat zelfvertrouwen. Mm-hmm. Aan jezelf werken. Als persoon. En stel dat de mensen in de zaal zeggen, die zeggen, dit klinkt zo ontzettend zweverig. Je dromen in de lucht gooien. Ik ben veel concreter dan dat. Stel nou even om de knuppel in het hoenderhok te gooien. Geef me gewoon iets concreets wat ik kan doen. Wat zou jij dan zeggen? Ja, wel doen. Dus wel heel neurotisch bezig zijn met de dingen die gedaan moeten worden om het gedaan te krijgen.
Het is niet zo dat het in één keer echt daadwerkelijk uit de lucht komt vallen. Ik ben daar dus wel echt de hele dag altijd mee bezig. En dan wordt dat toch een soort van beloond. Ja. Mm-hmm. Hoewel het dan lijkt alsof het heel random door een Dyson-stofzuiger is. Maar mensen voelen toch aan dat je wel iemand bent die wil. Ja, ja. En hoe werk je aan schaalvergroting? Want je hebt inderdaad één klant, één vastgoedontwikkelaar, één opdrachtje. Eigenlijk waren er meerdere potentiële klanten. En er is één best wel grote klus niet doorgegaan. En daar ben ik uiteindelijk heel blij mee. Omdat het ging om heel veel mooie grootse dingen. Het ontwerpen van een wellness. Maar uiteindelijk, als je de berekeningen goed maakt en bedenkt hoe je jezelf daarvoor moet indekken om zo'n bouwplan te begeleiden. Maar hoe doe je die twee stappen van maken van keramiek tot het begeleiden van een bouwplan? Dat zit er wel in. Het is niet dat natuurlijk, je bent niet zomaar dit en dan in één keer ben je dat. Ja. Dat ben je al van binnen. Alleen je moet het leren door banen te leiden en je moet dus echt. Hoe heb jij dat gedaan? Echt de Brainworks Academy. Mm. En gewoon een Italiaanse neurotische dame zijn die toevallig ook heel creatief is. Ja, ja. Dus dat, beide. Zeker. En die opdracht is niet doorgegaan en daar was je uiteindelijk heel blij mee? Heel blij mee, want had ik waarschijnlijk, dan gaat het om heel veel geld, maar uiteindelijk hou je er niet heel veel van over, omdat je jezelf goed moet indekken, omdat je eigenlijk ontzettend druk, je bent daar altijd mee bezig. Mm-hmm. Dus ik heb heel veel geleerd van dat je soms ook, dat er niet verder onderhandeld gaat worden. Nee, dan is het gewoon nee. En dan gaat diegene zelf doorkrijgen dat het eigenlijk een hele goede deal was. Ja. Dus dat. En acquisitie, doe je cold calling zodat je maar iemand opbelt randomly om te zorgen dat je bestaat? Of hoe doe je dat? Ja, ook heel zweverig. Ik probeer eigenlijk alleen maar te targeten op mijn hogere doel. Dus als ik geen werk heb, dan is dat prima. Dan heb ik meer dan genoeg te doen aan het onderliggende. En dat is? Dat zijn heel veel verschillende dingen. Maar bijvoorbeeld wil ik me heel graag verdiepen in wat is nou de ideale woning voor een persoon. En dan is dat, wat heeft een mens nou echt nodig? En is dat, minimalistisch, hoogwaardig, wat is goed voor de natuur. En dan wil ik eigenlijk een soort van daar onderzoek naar doen en er verschillende woningen gaan ontwerpen. Mm-hmm. En daar kan ik dan heerlijk heel lang mee bezig zijn en dan een soort van een businessplan achter bedenken hoe ik dat dan op de markt kan brengen. Mm. Waar ben ik dan nog meer mee? Ik kan bijvoorbeeld ook gewoon zeggen, ik wil nu 2 maanden alleen maar kunst maken en kijken hoe ik dat, waar ik dat kan gaan exposeren. Mm-hmm. Dat is dan ook prima. Maar dan ben ik dus wel nog steeds naar vastgoedborrels aan het gaan en op bepaalde andere manieren in contact aan het komen met mensen die op dat hogere niveau fungeren eigenlijk. Maar mensen die zeggen, ik hou niet van netwerken. Ik kan het ook gewoon niet. Ik was die persoon. ik was de vorige, bij ons afstuderen event, ben ik ook niet op het podium geweest. Want ik was de enige die dat te spannend vond. Oh, echt waar? Ja, het was echt, ik kreeg alleen maar blackouts op het podium. Dus ik vind het echt super stoer dat ik hier nu zit. Het is super stoer dat je hier zit, zeker. Dus ik was echt die persoon. Alleen, je moet wel. Hoe kom je daar overheen? Hoe zorg je dat van niet op het podium durven bij het afsluiten, dat je naar die netwerkborrels gaat en inderdaad klanten aanspreekt? Ja, ik doe wel echt de dingen die ik het allerleukst vind. Want ik ga dan naar Milaan Design Week en naar Paris Design Week. Zou ik liefst ook naar Dubai gaan. En dan ben je echt ergens en dan ben je helemaal high van, ik ben hier. En dan in één keer staat je topontwerper voor je neus en dan ben je daar een gesprek mee aan het voeren. En dan waar ben je dan mee bezig om het even te analyseren? Die topontwerper staat voor je neus, je voert een gesprek. Waar ben je dan mee bezig? Met het verkopen van jezelf, het pitchen van ideeën? Waar ben je mee bezig? Ik geloof dat je sommige mensen moet je eerst 3 keer zien en dan ben je een soort van in hun systeem en dan gebeuren dingen wel. Maar waar heb je het dan over? We zijn gewoon een soort van aan het zijn. En ik ben iemand aan het complimenteren met hun ontwerp. En als je iemand dan misschien de 3e keer ziet, dan vraag ik om een stageplek of een feest. Ik ben een dromer, maar uiteindelijk gebeuren er wel dingen. Ja. Maar zo, daar denk ik dan aan. En ik geloof ook gewoon heel erg in toeval. Hmm. Want ik was met een aantal mensen die waren heel erg, dan een heel schema, we moeten daar en daar heen. Toen dacht ik, ik wil eigenlijk gewoon alleen deze 3 dingen zien. Hmm. En toen heb ik echt mijn 2 goden aan ontwerpers gezien. En ik zet niet mensen op een zoetstuk, maar die kom je eigenlijk nooit zomaar tegen, want die lopen daar helemaal niet rond. En uiteindelijk had ik maar 2 doelen en die heb ik gezien, omdat ik daar gewoon
Ja, ik weet niet hoe ik kan uitleggen. Het is misschien wel zweverig. Ja. Nee. Maar, het is heel mooi dat het kan. Voor mij, dan denk ik, nou, dan is het, zijn we hier geweest. En, ben je, als je bezig bent met het interieurontwerp, beschouw je jezelf dan ook nog steeds als kunstenares? Of zijn er twee persoonlijkheden die je hebt? Ja, ik maak wel hele bijzondere interieurs. En ik doe ook aan kunstbemiddeling. Dus dat schilderij is van een vriendin van mij. Kijk, je hebt woningen en je hebt woningen. En dit is niet iets wat je normaal gesproken dagelijks ziet, denk ik. Mm-hmm. Dus ja, definitely. 5-jaren plan? Dat gaat dus eigenlijk veel sneller. Want het idee was dat ik wil eigenlijk heel graag ook meubels gaan ontwerpen onder mijn eigen naam. En dat zijn allemaal dingen, daar wil ik helemaal niet over nadenken. Maar ik had gisteren een meeting met een jongen die wilde dan ook weer meubels gaan importeren vanuit een ander land. En dan ook laten maken daar. En die wilde misschien met mij een samenwerking aangaan dat ik ze dan ontwerp. Mm-hmm. Ik weet niet of daar daadwerkelijk iets uit gaat komen, maar dat ging eigenlijk heel snel. Dat had ik dus op 5, 6, 7, 8 jaar gezet. Ik wil in ieder geval over 4 jaar mijn eigen pandje gaan kopen, zodat ik zelf dan mijn eigen projectontwikkeling voor mijn eigen panden kan gaan beginnen. Wauw. En echt in 4 jaar echt dat netwerk opbouwen, zodat ik die formule constant kan herhalen, steeds meer groter netwerk kan opbouwen. En het allerliefst ooit echt grote hotels ontwerpen. Gekke dingen doen. Mooi. Ja. En tenslotte, wat was als je terugkijkt het belangrijkste dat je in de weg stond? Zoals we ook in de WordCloud hebben gezien. Dat was voor mij dingen verwerken. Ja, dus er waren gewoon heel veel dingen die niet meer bij me hoorden. En die heb ik verwerkt. Ja. En daar ben ik eigenlijk nog steeds mee bezig. Ik heb natuurlijk nooit iets 100% verwerkt. Maar ik ben echt mijn beste ik aan het worden. En dan moet je durven. En dat is niet altijd even leuk, maar soms wel nodig. Ja. Dus dat, Mooi. Dankjewel. De tijd zit erop, dankjewel. Ja, jij bedankt. En wij hebben alweer 2 andere pitches voor jullie in petto. Onze eerste pitcher is Nathanael Tevera. Sorry, Nathanael Tevera. Geef hem een applaus. Welkom. Ik heb een microfoon voor jou. Wil jij de klikker daar ook bij hebben? Nee. Oké, succes. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Nathanael Tevera en ik mag in 60 seconden jullie meenemen in mijn wereld. Ik ben 35 jaar en ik ben de oprichter van Coding. Nou, zoals u op het scherm ziet, allemaal eentjes, nulletjes, getallen, hoofdletters, kleine letters, punten, komma's. Eentjes en nulletjes, dat is waar mijn wereld eigenlijk uit bestaat. Dat vertaalt zich in websites, webapplicaties, webshops en klanten die IT-oplossingen willen die werken. En ik ga ervan uit dat hier mensen in de zaal zitten die ook blij en tevreden zijn als er IT-oplossingen zijn die werken. Want hoe vaak komt het voor dat er zich een probleem voordoet en dat u het zelf niet op kunt lossen? En dan moet u met de persoon in gesprek en aangeven, dit gaat er mis, dit lukt niet, mijn laptop is gecrashed, ik kan niet inloggen. En wat er dan vaak gebeurt is dat er Babylonische spraakverwarring optreedt. En ik ben dan precies die persoon die dat oplost, want ik ben de sociale IT'er. Dus als sociale IT'er ben ik uitzondering op de regel. Ik ben Nathanael Tevera en ik maak de wereld van IT eenvoudig, begrijpelijk en tastbaar voor u. Heeft u vragen? Bent u geïnteresseerd of bent u getriggerd? En heeft u misschien iemand nodig die de wereld van IT makkelijker voor u maakt? Kom dan aan het eind naar mij toe. Ik leg u uit hoe u de QR-code kunt scannen en gebruiken. Yes? Een grote, diepe zucht. Je hebt het volbracht en je hebt het goed gedaan. Je bent half aan het doodgaan, geloof ik. Maar neem even, ik ga voor je zorgen. Neem een glaasje water, adem in en uit, kom bij. Zo. En dan kan je ondertussen naar de volgende pitch luisteren, alsjeblieft. Heel goed gedaan. En de volgende pitcher is Gary Mendes. Geef hem een applaus. Alsjeblieft. Afrika. Onze kennis reikt niet veel verder dan armoede en slavernij.
Niet nog iets verder terug in de tijd van eeuwenoude beschavingen, koninkrijken, verborgen verhalen. Through the darkness shines the light, all things Africa. Een productiehuis voor entertainment, educatie, spiritualiteit in één. Intertransdisciplinair. Afrika als vertrekpunt. Voor impact, verandering. Voor een terugkerend langdurig effect. Het eerste project, Vlinders. Over een jonge man in tijden van oorlog. Overleven. Ik ben op zoek naar een start-up team en heel veel geld. En ga graag met u in gesprek. For it starts with a dream. Add faith and it becomes a belief. Add action and it becomes a part of life. Add perseverance and it becomes a goal inside. Add patience and time and it ends or starts with a dream come true. Africa to the world. Back to all things Africa. Back to you. Dank beiden. Ga zitten. Oké. We kennen elkaar. Ook om gelijk bij jou te beginnen, Gary, luister dan. Als er iemand al leeft van zijn creativiteit, dan ben jij dat. Dus what's the deal? Klopt, ik leef van mijn creativiteit en tegelijkertijd leef ik niet altijd van mijn eigen creativiteit. Wat bedoel je daarmee? Daarmee bedoel ik dat ik... Ik doe dit sinds 1999. Ik ben begonnen met rappen. Ik stond in 2006 in de Grote Prijs van Nederland. Een van mijn concurrenten was toen de oprichter van deze opleiding. Die heeft gewonnen toen. Kevin. Maar het is een hele mooie reis geweest. Ik heb mijn ding gedaan. Ik ben theater ingerold, autodidact. En ik van links naar rechts theaterproducties, eigen albums, presenteren, workshops geven. Te gek. Maar op een gegeven moment kom je in een molen waarbij je niet meer je eigen verhaal aan het vertellen bent. Mm. En alleen maar werk aan het aannemen bent, aannemen om de huur te betalen, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. En dat kan een bepaalde periode goed zijn, omdat je dan even lekker op zoek bent en lekker rust wil hebben met je eigen creativiteit. Maar het kan ook heel frustrerend werken. Mm-hmm. En dan wil je terug naar de kern, dan wil je terug naar je peak state, naar je... Wat maakt mij gelukkig en waar doe ik dit voor? Vragen die heel veel mensen hier zich al hebben afgevraagd die hier op het podium stonden. Wat maakt jou gelukkig dan? Verhalen vertellen vanuit mijn roots. Vertellen vanuit mijn noodzaak. Ik heb in een voorstelling gespeeld onder regie van jou, Urban Myth. Dat was bijvoorbeeld ook mijn verhaal. Mm-hmm. Snap je? Dus het is niet zozeer dat altijd ten alle tijden vanuit eigen initiatief moet zijn. Mm-hmm. Maar vandaag wel. Dat is wat mij gelukkig maakt. Wat zou jouw droom zijn? Ook jou nodigen we uit over 5 jaar hier. Waar ben je dan? 1 tot 3 kinderen. gelukkig, gezond en hopelijk alle belangrijke mensen nog om me heen. Mm-hmm. Dat is op persoonlijk vlak, maar je bent hier natuurlijk. Dat is ook heel valide en heel waardevol. Ja. Maar je hebt natuurlijk die academy afgerond. Wat professioneel gezien, waar wil je staan over 5 jaar? Zoals ik net zei, ik heb over 5 jaar een eigen productiehuis waarbij wij films maken, albums maken, theaterproducties, te gekke samenwerkingen aangaan. En ten alle tijde al die verschillende disciplines koppelen tot één... overstijgen de discipline, om het maar zo te zeggen. Goed. Nathaniel, IT, creativiteit, als ik die twee dingen niet aan elkaar kan matchen, zijn het die twee dingen. Waar zit voor jou de creativiteit binnen de IT? Eén is dat ik bijvoorbeeld klanten heb die, en dat is voor een IT'er, is dat vaker het geval dat ze de meest ondenkbare dingen voor elkaar willen krijgen. Mm-hmm. Soms moet je in een webshop bepaalde tekst of een bepaalde formule laten berekenen die dan er standaard niet in zit. En daar moet je dan je hoofd over breken. Mm. Om dat precies te krijgen zoals de klant dat wilt, want je wilt de klant wel tevreden stellen, zeg maar. Mm. En daar moet je soms buiten de gebaande wegen of buiten het voor de hand liggende kunnen denken. Mm. En dat kunnen realiseren. Helder. Wat is voor jou het meest waardevol geweest van de afgelopen periode? Bedoel je dat gerelateerd tot Brainworks? Of dat zou van mezelf? Eigenlijk, ik hoop dat die twee samen gaan. Maar dat hoeft niet per se. Dat kan wel, want ik hoorde Gary net wat dingen zeggen. Voor mij is het
Ik ben nu 2 jaar echt fulltime bezig. Mm-hmm. En fulltime is nu een beetje semi-fulltime. Ik geef nu ook les op de hogeschool. Maar voordat ik Brainworks instapte, was het voor mij een hele duidelijk besluit wat ik had genomen. Ik ga nu voor mezelf. En dan wil ik niet meer terugvallen in oude patronen. En voor mij is een oude patroon werken voor een werkgever. Weten dat er meer in zit voor mezelf. Weten dat er meer te zien is, meer te ervaren is, meer mee te maken is in de wereld dan alleen van 9 tot 5 mijn werkgever tevreden houden. Mm-hmm. En zorgen dat ik jaarlijks een beoordelingsgesprek heb, die ik heel erg haat. om met iemand na een jaar lang te horen van, oh, 364 dagen geleden deed je dit en dit en dit fout. En daarom krijg je nu geen loonsverhoging. En dan heb ik zoiets van, maar dat had je me 364 dagen geleden kunnen vertellen. Ja, ja. Dan had ik daar dus de 363 dagen aan kunnen werken. Ja. En op kunnen lossen en kunnen laten zien dat ik het geld wel waard ben. Ja, ja, ja. Dus voor mij was dat meer, en zo rolde ik dus eigenlijk Brainworks in. Ik ken Kevin al langer. En ik had zoiets van, nee, ik heb projecten nee gezegd. Ik kon 2 ton verdienen in 2 jaar tijd. Okay. En ja, wow. ik ben zo iemand. En ik zeg daar nee tegen. Als dat niet goed voelt, ik moet creatief kunnen zijn. Okay. En ik word anders doodongelukkig. Ja, ja, ja. En mijn eigen gezondheid, mijn geluk, mijn blijdschap, mijn zijn is belangrijker dan die 2 ton. Ja, ja. Ik ga meer verdienen dan dat. Dus dat... Maar het opgeven van zekerheid, is dat nooit een issue geweest? Waarbij je, of heb je altijd het gevoel dat je weer terug kan in die oude patronen, mocht dat nodig zijn? Want dat is wat veel mensen weerhoudt. Hè? Voor zichzelf durven kiezen is het opgeven van die zekerheid. Ja, die vraag is heel persoonlijk. Moment. Die vraag is heel persoonlijk. Omdat ik denk, omdat ik denk van, kijk, uiteindelijk zitten we hier allemaal in allerlei kleuren, geuren, maten, achtergronden. Iedereen heeft een andere opvoeding, iedereen heeft andere ouders. Dus iedereen hier is uniek. En voor mij was het heel erg dat ik, mijn ouders zijn 40 jaar geleden vanuit Eritrea hier naartoe gevlucht. Oorlog, trauma's. En ik was alleen maar gefixeerd op, ik moet een diploma hebben, ik moet werken, ik moet succesvol zijn. En ik wil dat mijn ouders trots op me zijn. Mm-hmm. En dat ging dus alleen maar via de gebaande wegen, want je was als de dood dat het verkeerd ging. Ja. Dus angst overheerste. Ik ben perfectionist. Mm-hmm. Daarom was ik dus ook heel erg zenuwachtig, omdat ik had zoiets van, ik moet in 60 seconden vertellen hoe mijn leven 24/7 eruit ziet. En angst overheerste. En als je dan op een gegeven moment dingen meemaakt in je leven waarbij je zo geconfronteerd wordt met jezelf, dat het op sommige momenten erop of eronder is, in negatieve zin, zo zwaar als maar kan. Als er dan mensen op je inpraten en zeggen van, wat heb je te verliezen? En dan ga je daarover nadenken. En dat zinnetje herhaalde zich steeds van, wat heb ik te verliezen? Mm-hmm. Wat als het wel lukt? Mm-hmm. En ik heb gekozen om te springen. Mm-hmm. Ik weet niet waar ik land of beland. Mm-hmm. Het is voor mij iedere dag opnieuw een uitdaging. Maar ik kom wel iedere dag een stap verder. En ik kijk terug en ik denk van, oh, ik ben weer een stap verder. Ik ben weer vooruit. Dus het was op een gegeven moment zeggen van, oké, hou ik die angst vast of laat ik los? Ik heb gezegd, ik laat los. En het is gewoon stap voor stap. Heel goed. Geweldig. Nice. Wilde jij daar nog iets aan toevoegen? Nee. Het is oké? Okay. Het is een stukje gewenning ook. Als je in die sleur zit en in die molen zit van constant maar werken, dan is het natuurlijk heel angstig om daar afscheid van te nemen of te zeggen van, ik neem een time-out van 1/2 jaar. Maar de momenten dat ik me het krachtigst heb gevoeld, waren de momenten dat ik niet zo'n hoge omzet draaide, maar wel constant met mijn eigen product bezig. Gewoon in de studio kutten, excuse my French, materiaal maken die je niet eens gebruikt. Gewoon tijd voor creativiteit zonder doel, gewoon gaan, weet je wel. Investeren in jezelf in plaats van investeren in een ander. Precies. Of in een ander project. Ja. Heel goed. Ik dank jullie hartelijk. En ik ga hier met mijn laatste gast van vanavond in gesprek. Geef een hartelijk applaus aan Arvid Silos. Eigenlijk hadden we hier de muziek van Rocky bij moeten draaien met die opkomst. Welkom. Hey. Fijn dat je er bent. Kijk, welkom. Fijn dat je er bent.
ook aan jou dezelfde vraag die ik de anderen ook al heb gesteld terwijl ik je water inschenk. Dit is een Russisch roulette. Je weet toch? Wie ben je? Wat doe je in het leven? Ik ben Arvid Silos, half Surinaams. Mm-hmm. Oh, die foto is corporate, joh. En de andere helft zijn we natuurlijk ook heel Surinaams. Andere helft Nederlands, geboren in Haarlem. Ik ben een mug. Een mug? Ik woon in Amsterdam. Dat zijn Haarlemmers en muggen. Oh, echt waar? Ja. Zo leer je elke dag wat. En je woont in Amsterdam? Ja. En wat doe je professioneel? Vader zijn. Mm-hmm. Is dat professioneel? Daar doe ik me heel erg mijn best voor. Ja. Zoontje van 2,5 en 1 meisje onderweg. Mm-hmm. Gefeliciteerd. Dankjewel, ja. Wat is je vraag? Nou ja, je bent hier eigenlijk om te vertellen over EBOS. Oh, zo. Ja, tuurlijk. Ja. Uitgenodigd door Kevin. Over hoe ik van... Eigenlijk was ik begonnen als muzikant. Mm-hmm. Niet heel erg succesvol geworden als muzikant. Maar ik speelde bas, drums, zang. En in die band had ik het naar mijn zin, maar ik keek liever naar anderen. Mm-hmm. En ik heb een klein beetje stage fright. Wat op zich gezonde spanning is, maar ik ben niet heel graag in de spotlight. Dus ik zag andere artiesten die beter waren in wat ik deed. Ja. Dus ging ik die supporten. Dus mijn eerste band waar ik mee in contact kwam, waren eigenlijk vrienden uit Zuid-Amerika. Mm-hmm. Die waren net klaar met een tour met Sepultura. En die waren hun toekomst in Nederland aan het zoeken. Dus die zijn met volledige band naar Nederland verhuisd om het hier in Europa te maken. En toen zei de helft van de band, de bassist en de drummer, ke, no, frigo, no, trawal, perica, no, weg. Dus die pakte het vliegtuig, die gingen weg. Toen hebben ze de andere helft aan Nederlanders gezocht. En toen zijn ze gaan starten. En toen ben ik mee als soort van mattie op pad. Een beetje rijden, een beetje kisten duwen, een beetje dingen. Maar toen kwam ik in de praktijk tegen. Yo, hoe kunnen jullie op het podium je kunst beoefenen? Als er zoveel omheen geregeld moet worden. Mm-hmm. Laat mij het doen. En vanuit daar ben ik een soort van ingerold met de toeren. En van het een kwam het ander. Uiteindelijk bij Tom, Junkie XL. Mm-hmm. Met hem 8 jaar lang over de hele wereld getoerd. Voordat hij met Hans Zimmer de grote Batman vs. Ja, Superman precies. En de grote films. Maar ook veel bij theatergroep Ish. Mm-hmm. Veel productiewerk gedaan. En groeide ik langzaam in mijn rol als productieleider voor containertransport. En het beheren van begrotingen. En het opstellen van contracten. En het internationaal brachten we voorstellingen naar Azië en Zuid-Amerika. En daar leerde ik heel veel over productie draaien. Dus met bands altijd op pad geweest ook. En toen was ik eigenlijk van muzikant op het podium een soort van onderdeel van het creatieve proces. Daar uitgestapt, achter de schermen geholpen. Mm-hmm. Maar dan kan ik maar 2 of 3 mensen, artiesten of bands helpen. Toen ben ik langzaam gegroeid naar... Ik zag zoveel mensen rondom de artiest. Boekers, managers, publishers, label, crew. Al die mensen. En iedereen rende achter zijn eigen staart aan. Mm-hmm. Toen heb ik op een gegeven moment iedereen stilgezet van... Yo, wat doen jullie nu en wat zouden jullie moeten doen? Mm-hmm. En daar bleef een soort van ruis over wat ik naar me toe trok. En dat was met name administratief en dingen die zij eigenlijk... waar ik ze mee kon ontzorgen, zodat ze zich konden richten op creatief of een core business. Mm-hmm. En dat ben ik voor teams gaan doen rondom artiesten. Waardoor die teams weer beter voor artiesten konden helpen. Dus toen bracht ik het van een paar artiesten naar tientallen artiesten. Omdat ik 1 stap naar de back-office ging om daar structuur aan te brengen. En jij stuurde andere mensen aan? Nee, ik was gewoon het afvoerputje. Dus als je, zoals in de douche, dat dingetje waar... We weten wat het afvoerputje is. We hebben ook beperkte tijd. Oké, ja. Nee, maar geef al je shit aan mij en ik los het op. Maar hoe doe je dat met al die verschillende projecten die er tegelijkertijd lopen? Ja, die druk is niet zozeer bij mij, want... Het is meer het creatief perfectionisme zit meer in de creatieve kant op on stage. En daar heb ik niet heel veel mee te maken. Ik moet er gewoon voor zorgen dat alles er is op tijd. Maar dat ging goed. En aan de achterkant is het facturen, inkoopfacturen, verkoopfacturen. Gewoon de boring stuff. En toen heb ik op een gegeven moment na het lezen van een boekje, als het goed is, komt die later voorbij. De 4-hour workweek. Mm-hmm. Toen dacht ik, hé, dat lijkt me wel wat. Ja, en toen was eigenlijk van, dus hoe kan ik de oplossing die ik heb gevonden en vanuit mijn hart wil geven... Hoe kan ik dat schalen? Mm-hmm. Van een paar artiesten is het me nu gelukt naar tientallen artiesten. Maar hoe kan ik het potentieel voor nog meer artiesten doen? En toen kwam ik erachter, hey, dat back-office work, zeg maar, daar heb ik zo'n bepaalde visie over. Wat als ik dat kan vertalen naar software? Mm-hmm. En het kwam eigenlijk door, waar zit hij daar, de 4-hour workweek. Dat hij zei,
heel veel mensen willen leven als een miljonair, maar niet per se miljonair zijn. Ja. Dus wat heb je nodig om je meer dan comfortabel te voelen, maar ook vrij om je dingen te doen? Mm-hmm. Dan kan je uitrekenen wat dat moet zijn per jaar. Mm-hmm. En hoe kan je dan met 4 uur per week zorgen dat je dat bedrag verdient, zodat je die vrijheid als een miljonair vindt? Ja. En dat kan een paar ton zijn, of een ton zijn, of 50.000, maakt niet zoveel uit. Mm-hmm. Maar hoe kan je je leven zo inrichten dat je zo min mogelijk tijd kwijt bent aan het genereren van geld en zoveel mogelijk aan creatief en je eigen dingen? Ja. Nou, dat is niet gelukt. Maar dat heeft me wel geïnspireerd om het softwarebedrijf op te zetten. En dat ging eigenlijk per ongeluk, want we maakten software voor die dienst die we deden. En dat groeide uiteindelijk tot Abels, wat het nu is. En wat is Abels precies? Thomas, hè? Ga je staan, Thomas? Luister, we hebben maar beperkte tijd, hè? Wat is Abels precies? Ja, voor Abels hebben we 2 systemen. 1 voor de artiest en 1 voor de boeker en de manager. En wat de boeker en de manager kan doen is meerdere kalenders managen met live shows, deals maken, mm-hmm. contracten genereren, facturen genereren, statements maken voor artiesten, inzicht in je data mm-hmm. en alles logistiek regelen. Ja? Dus van vluchten tot hotels, noem maar op. En dan hebben we van Joep van het Hek, Ronald Goedemond, Armin van Buren, Airford Jack, Chris Brown werd in ons systeem geboekt. Mm-hmm. Martin Garrix, heel divers, maar theater, pop en dance. Mm-hmm. Om te zorgen dat die management- en agencykantoren zo efficiënt mogelijk zich kunnen inzetten voor die artiest. Mm-hmm. En zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan administratieve rondslomp. Mm-hmm. Dus dat proces, maar ook inzicht, transparantie naar de artiest toe. Mm-hmm. Dus daarom hebben we ook een artiestenomgeving waar zij hun eigen bedrijf kunnen managen zonder dat zij het zelf hoeven te doen. En dat is een beetje heel kort, want ik ben hier niet om te pitchen. Maar dat heel veel werk wat nu bij managers ligt en mensen rondom de artiest, is geen kennis voor de muziekindustrie voor nodig. Mm-hmm. Agenda, beheer, mail, mm-hmm. administratie. Mm-hmm. Een factuur is een factuur, een BV is een BV. Dus er zou eigenlijk een soort van persoon moeten zijn, die zit daar ergens, Eva is er zo in. Een persoon moeten zijn die zegt, geef mij dat werk, eigenlijk wat ik vroeger ook deed, zodat jullie je kunnen richten op de dingen die belangrijk zijn. Ja, ja. En vanuit daar kan een artiest iets helemaal van eigen beheer trekken. En hoe vertaal je dat? Hoe heb je de stap gemaakt om de kennis die je hebt? Want het is natuurlijk inderdaad een soort droom. Je hebt een bepaalde kennis. Dat maak je inzichtelijk door software. Hoe heb je die stap gemaakt? Want je bent geen software developer. Hoe heb je dat ontwikkeld? Ja, met vallen en opstaan. Heel veel schuren met Thomas. Maar Thomas, wat is precies de functie van Thomas in dit proces? Ja, Thomas. Broer. We hebben beperkte tijd. Nee, Thomas is die leerde ik kennen vanuit de klanten met wie ik werkte, artiesten. En hij is vind ik een briljante vormgever. Maar ook een soort van, als ik het niet weet, zoek ik het op en we fixen het wel. Gewoon smart guy. En samen zijn we zo verschillend, maar schuren we altijd constructief in discussies en sparren. Dat we voor elke oplossing brachten, of voor elk probleem brachten we gewoon altijd een oplossing. En het is ook shit in beweging durven zetten. Mm-hmm. En soms gewoon die bal over van die berg afrollen zonder overleg. En dan maar hoe heb je het praktisch aan? Want er is een pakket uitgekomen. Hoe ben je bijvoorbeeld met investeringen omgegaan? Hoe zorgde je ervoor dat je de mogelijkheden had om het tot een softwarepakket te ontwikkelen? Ja, het is in eerste instantie het geloof in dat wat wij maken, of het nou dienst is of software, dat het ding is wat de meeste impact heeft voor het probleem wat we willen oplossen. Dus in dit geval is Abels, oorspronkelijk is het Artist Back Office System Software. Mm-hmm. Maar ook Abels, baas van je eigen tent. Ja, ja. Dus als artiest ben je creatief ondernemer, maar je moet ook gewoon baas kunnen zijn over je eigen tent zonder dat je hem zelf hoeft te runnen. Dat is eigenlijk het ding. Dus dat geloof is er, maar dan de stap naar de praktijk om dit dan, te ontwikkelen. En dan is het gewoon spread the word. En dat was met iemand waar ik op een bierveeltje enthousiast vertelde over wat er aan het doen was. En die zei, heb je daar geen programmeurs voor nodig? Ja, maar weet je wat die kosten? Hoeveel kost dat dan? En we hadden geen begroting. Dus ik zei, 60.000 euro. En toen zei hij, maar dat heb ik. Oh. Hey, nice. En toen gingen we googlen. Wat is dat? Aandelen? Wat is dat? Een BV? En vanuit daar zijn we gaan rollen. Dus je hebt een BV opgericht en aandelen verkocht om het te gaan op. Wat ik zei over die bal laten rollen. Mm-hmm. En alles wat je onderweg tegenkomt, oppakken en oplossen. Dus dat zijn, er moet een BV komen, er moeten statuten komen, er moeten een aandeelhoudersovereenkomst komen. Er moeten, hoe lang heeft het geduurd voordat je dat vanaf het moment dat je dat idee had om het inderdaad in die software te stoppen, totdat de software in ieder geval beschikbaar was? Nou, vanaf de start, omdat die kleine aanpassingen die we deden hadden al effect. Omdat het onze diensten die we al deden ondersteunde. Alleen het scheelde tijd, maar nog niet zoveel tijd als dat wij wilden. Mm-hmm. Maar in kleine stapjes. Dus wat we tegen klanten hebben gezegd.
Voor wat het nu al aan probleem voor je oplost, betaal ervoor. Want met dat geld kunnen wij programmeurs inhuren om het te doen. Dus in totaal over 6 jaar hebben we denk ik 1,23 miljoen aan omzet gedraaid van bestaande klanten. Die hebben gezegd, het is nog redelijk crap. Ja, ja. Maar het werkt beter dan wat ik heb in het begin. En het is nu gegroeid naar een steady platform. Waar ja, heel veel bekende... Je ziet het, meer dan 21.000 artiesten worden dagelijks door het systeem heen gehoord. Maar wat is jouw rol daarin? Want kijk, als het op een gegeven moment zo succesvol is... Wat doe je dan in dat bedrijf? En kan je dat? Hoe kon je dat altijd al? Een soort afvalputje. Ja, nog steeds inderdaad. Maar praktisch gezien? Ja, ik kan natuurlijk... Ik heb bepaalde skills... Wat zijn de skills? Wat zou je zeggen? Ja, overtuigingskracht. Als ik er echt zelf in geloof, dan kan ik iemand daarin meenemen. Mensen ervaren ook vaak een soort eerlijkheid. Dus dat wat ik zeg, als ik het niet geloof dat ik het kan waarmaken, dan zou ik het ook niet zeggen. Maar als ik het geloof, betekent ook niet dat de garantie is dat het lukt. Maar dat iemand voelt dat ik er alles aan doe om het waar te maken. Goede mensen om me heen verzamelen. Want ben je bezig met managen nu? Of wat is je day-to-day? Je bent niet meer bezig met die artiesten inderdaad het faciliteren. Je bent bezig met iets anders. Nee, je zegt samen met Thomas het bedrijf verder bouwen. Ja. Dus we zijn nu op het punt dat we onze eigen broek kunnen ophalen. Want we hebben iets van, dat die 1,2 was dan omzet. Maar we hebben ook 640, 650.000 euro aan investeringsgeld in de jaren opgehaald. En daarmee hebben we het product kunnen bouwen tot het nu is. Ja. Draaien we steady. En nu hebben we een kantoor in Duivendrecht waar we een soort van bunker mancave... Daar zit één dame trouwens, maar die is ook best wel pittig. Een mancave van willen bouwen om echt gewoon een dope product te bouwen. En te zien dat we artiesten echt helpen. Is het ooit ergens bijna misgelopen? Had je ooit een soort kritisch kantelpunt waarbij het net de goede kant op is gevallen, maar waarbij het heel spannend was? Niet per se spannend, omdat vanaf het begin is alles... zo goed ingericht, ook met data security en privacy, dat heel goed is. Maar wel hier. Ja, vaak genoeg wakker geworden te denken, oh my god, hoe ga ik dit nog verder in beweging zetten? Waar lag dat dan aan? Ik denk ook omdat we iets nastreven, wij allebei, waar we in geloven, maar wat er niet is. Waar het helpt als andere mensen, het liefst mensen met ervaring, van zeggen, hé, maar dat kan jij. Of dat hebben wij ook gedaan. Go, go, go. En als je advies nodig hebt, let me know. In de beginfase hadden we dat niet heel veel. Dus dan was het, maar mensen gaan nooit... Die hebben toch zelf een systeem. Ze gaan toch nooit hun data in jullie systeem stoppen. Of mensen gaan toch nooit... Het heel veel kan niet, kan niet. En een beetje wat ik net ook hoorde... is mensen om je heen proberen te verzamelen die... niet sweet talken, maar gewoon straight tegen je zijn... maar wel opbouwend zorgen dat je die drive elke dag blijft houden. En ik geloof dat... En die spanning was soms te veel. Dat je was iets aan het creëren dat het nog niet bestaat. Maar die druk is er wel om te presteren. Ja, want elke dag komen we dingen tegen op ons pad die we niet weten hoe we die moeten oplossen. Dus elke dag kost dat heel veel energie. Versus dat je iets aan het doen bent. En hoe behoud je je stabiliteit of die rust of het vertrouwen in jezelf? Boeken, als ik die slide nog een keer, want ik weet niet hoe lang we nog hebben. Maar als heb ik nog dan precies 1 minuut en 43 seconden. Ja, boeken heb ik heel veel uitgehaald. Ik put mijn inspiratie uit mensen. Kevin Hart bijvoorbeeld, vind ik een hele dope gast. Hoe kan Kevin Hart je helpen met het bedrijf opzetten of verder ontwikkelen? Ja, zijn energy, zijn drive. Ook trouwens Tom, Junkie XL, zijn discipline was bizar. Bam, bam, elke dag. Alles strak op tijd. Wekker gaat om 4:30. De rammen achter die computer. Ja. En niet dat een healthy way to go is voor iedereen. Daarom zijn die boeken, bijvoorbeeld The Power of When... over wat voor type persoon ben je en wanneer is de juiste tijd om bepaalde dingen te doen. De powerful engagement vond ik tof van, je wil geen tijd managen, maar je wil energie managen. Die unlimited power ziet er heel slick en nasty uit, maar ja, ik hou van neurolinguistisch programmeren shit. The Hard Things is dope. En maar je begon te zeggen dat je vader bent. Ja. Hoe doe je dat en hoeveel tijd besteed je aan het bedrijf en hoeveel tijd besteed je aan... Je kind en het aanstaande kind. 45 seconden en 2 bedrijven. Want wat ik 10 jaar geleden deed, heb ik weer teruggebracht. Dus ik heb nog steeds die dienst en nog steeds het softwarebedrijf met Thomas. Wat ik ook nodig heb, want op het podium was ik heel dicht op wat ik wilde. Met tourmanager was ik ook nog heel dicht. Ook het effect ervan merk ik tussen publiek en artiest. En richting achter de schermen steeds verder voor software...
heb ik minder contact natuurlijk met artiesten. Wat ik wel nodig heb om die drive constant kracht bij te zetten. Maar hoe kan je die twee bedrijven combineren met een gezinsleven? Ja, strak. Als je mijn dagschema ziet, dat is gewoon als een militair. Ik wil even nog in de 4 seconden horen wat je dagschema is. Ja, dat kan niet in 4 seconden. Nou, dan gaan we er niet zo heen. Maar wat is je dagschema? Ja, maar ik moet wel zeggen, het is omdat het voor mij werkt. Ja, ja. Daarom is die Power of When is echt een briljant boek. Omdat, vertel, je dagschema. Ja, dat ik alle 5 gaat wekkertje. Nou, niet eens wekkertje, dan word ik wakker. Ik heb zo'n lamp die gaat. Je wordt wakker, oké. En dan 5 uur zou ik eigenlijk mijn yoga dingetjes moeten doen, maar dat sla ik meestal over. Dus dan heb ik een werkblok van 5 tot 7. Ja. En dan van 7 tot 9 heb ik gezin. Ja. Mijn kindje naar school, een dingetje doen. En van 9 tot 5 werk. Van 5 tot 7 weer gezin. En van 7 tot 9 nog wat werk. En dan na 9 schaken met mijn schoonvader via WhatsApp. Ja, ja. Maar dat, zeg 7 dagen per week, 5 dagen per week, 4 dagen maar 5. En in het weekend probeer ik het los te laten, omdat dan ben ik volledig voor mijn gezin en familie. Maar dat werkt voor mij heel goed, omdat structuur, en dat heb ik ook een beetje afgekeken bij Tom, die structuur die zorgt ervoor dat ik, als ik binnen die blokken, zorgt ervoor dat ik weet, oké, ik ben nu thuis, dus ik ben ook nu echt thuis. De telefoons kunnen ook uit. En als ik werk, ben ik ook productiever, omdat ik dan aan ben. En dat wordt ook gerespecteerd door je omgeving of de mensen met wie je werkt. Want het is altijd makkelijk om een appje te sturen en zelf even te mailen. Behalve dat mijn schema conflicteert met hun schema. Mm-hmm. Maar nu hebben we natuurlijk, we leven in 2020, dus ik bijvoorbeeld een mailprogramma wat ik heel briljant vind in gebruik is Superhuman. Mm-hmm. En dat heb je met meerdere programma's waarmee je mails ook bijvoorbeeld kan klaarzetten. Ja, ja. En dan kan ik rekening houden met bijvoorbeeld Thomas de dag. Van als het investeerdersgerelateerde dingen zijn om 8 uur. Maar als het moeilijke klantenissues zijn, doe ik hem even 2 uur 's middags. Ja, ja. En dan krijgen mensen op die tijdstippen ook gewoon een mail. Okay. En die hoeven dan niet last te hebben van mijn early bird. Gedaan. Maar ja, heb jij last van de timing van mensen? Nee, ik doe mijn eigen ding. En dan antwoord je ook niet en ben je echt die 2 uur niet bereikbaar? Tenzij het emergency is, ja. Okay. Heel goed, de tijd zit er nu echt op. Het gaat snel, joh. Dankjewel, Arvid. Was dit al 10 minuten? Langer dan dat. Dankjewel. Heel fijn. Want we hebben nog 2 pitches te gaan. En daarna zal de man zelf, Kevin, ook nog afsluiten. Onze volgende pitcher heet Mariska Eikenloof. Geef haar een applaus. Marissa. Sorry, Marissa. Kom ik met mijn Mariska. Marissa, heel goed. Hier heb je een microfoon in ieder geval. En hier heb je ook een klikker. Heb je die nodig? Ja. Alsjeblieft. Goedenavond. Ik ben Marissa Eikenloof. Men omschrijft mij als familiemens, gedreven onderneemster en gepassioneerde ontwerpster die vrouwen in hun kracht helpt te staan. Door middel van prachtigste edelstenen en edelmetalen inspireer ik vrouwen het beste uit zichzelf te halen. Dit doe ik door samen met hen het perfecte sieraad samen te stellen aan de hand van hun ervaringen en emoties. Hierbij wordt zorgvuldig gekeken naar de werking van de edelstenen. Neem bijvoorbeeld de rozenkwarts, die zie je aan die kant. Heeft bijvoorbeeld een klant geholpen haar hart te openen, waardoor ze niet meer bang was om relaties aan te gaan. Maar ook de lapis lazuli heeft mijn klant geholpen. Zij kon haar geheugen verbeteren tijdens haar examenperiode. Ik zou graag mijn sieraden aan een groter publiek willen aanbieden. Wie kan mij helpen aan een groter podium om samen meer vrouwen te helpen? Vul het formulier in en maak automatisch kans op een 1-op-1 sessie bij mij in het atelier. En we creëren dan samen het perfecte sieraad voor jou. Geweldig. Dankjewel, Marissa. Dankjewel. En onze laatste pitcher voor vanavond is Tessa Verbij. Geef haar een applaus. Deze is voor jou. Heb jij deze nog nodig? Nee. Dan leg ik hem neer. Succes. Hallo, ik ben Tessa. Stel je voor, je hebt hard gewerkt aan je presentatie. Je hebt alles op alles gezet om je boodschap over de bühne te brengen. Misschien heb je wel jaren toegewerkt naar dat ene moment. Niets liever wil je dat je publiek tot op zijn botten begrijpt wat jouw boodschap is en dat de inhoud misschien wel bijna tastbaar wordt. That's where I step in. Ik ben scenograaf. Ik ben een versterker van jouw verhaal.
Ik ben een verbeelder. Ik gebruik geen woorden, maar ik spreek een sensorische taal waarmee ik jouw publiek aanspreek. Mijn vraag en misschien wel meer zegt dan 1000 woorden. Is jouw boodschap? De aarde warmt op, dan zorg ik voor water tot aan je enkels. Is jouw boodschap veiligheid boven alles, dan zorg ik voor een vangnet. Ik vertaal, ik geef vorm, ik voel, ik transformeer, ik communiceer met beelden en plaats het in de tijd. Ik gebruik alles om jouw verhaal invoelbaar te maken. Heb jij een boodschap die mensen moeten voelen? Dan ga ik graag met jou in gesprek. Dankjewel. Neem plaats. Marissa, om gelijk maar met de deur in huis te vallen. Waarom alleen vrouwen? Ik wil toch ook mijn geheugen verbeteren? Dat snap ik. En ik heb ook zeker... Ik schrijf even de microfoon iets naar je toe. Ik heb ook zeker sieraden voor mannen. Alleen we weten allemaal dat vrouwen en mannen niet gelijk zijn. En we zullen het ook nooit worden. Dus dat is ook niet mijn intentie. Maar ik zou wel graag willen dat de gap gewoon wat kleiner wordt. En daar wil ik gewoon vrouwen inspireren gewoon meer uit zichzelf te halen. En gewoon meer zelfvertrouwen te hebben. Om gewoon meer te kunnen bereiken. Oké. Ik voel me nog steeds een klein beetje achtergesteld, maar dat is mijn probleem. Maar je bent welkom hoor. Dus. Oh, heel goed. Je hebt natuurlijk ook de Academy dit jaar afgerond. Wat is het meest interessante, het belangrijkste dat je hebt meegenomen van het afgelopen jaar? Nou, ten eerste denk ik, oh, ik wil nu ook zo'n sieraad, doe mij ook zo'n sieraad. Ja. Het belangrijkste wat ik daaruit mee heb gekregen, is dat ik eigenlijk al... Ik ben al 10 jaar ondernemer, dus ik doe al wat ik wil doen in principe. Nee, wat het afgelopen jaar? Wat neem je mee? Wat vind je het? Die vind ik nog even lastig. Wat neem jij mee bijvoorbeeld? Ik neem mee om gewoon een hele duidelijk... te staan of duidelijk te communiceren waar je voor staat. Mm-hmm. Dus wat is je value, waar sta je voor? En dat over te brengen naar het publiek, zeg maar. Want ik kan wel zeggen, ik ben een sieradenontwerpster, maar wat maakt mij anders dan een andere ontwerpster? Dat is voor mij wel echt heel mooi geweest om die ervaring aan te gaan. Ja, ja. En heb je hier ook een 5-jaar plan durven ontwikkelen? Of een soort droom? Ik droom altijd groot. Dus okay. Ik wil gewoon een multinational worden. Sieraden moeten gewoon overal verkocht worden. En vrouwen moeten gewoon blij worden van mijn sieraden. Ah, heel goed. Dat is, heel goed. Ja. En jij, wat is het belangrijkste dat je mee kan nemen in de werkpraktijk? Want je was natuurlijk al scenograaf. Dat is iets wat je al hebt gedaan. Ja, zeker. Ik wil even... ja, eigenlijk het hele punt is dat ik doe mijn presentatie en ik heb daar... ik zeg het zelf daar ook al in. Ik gebruik liever geen woorden. Ik heb een andere taal. Ja. Dus dat is wat ik probeer te spreken in mijn werk. Mm-hmm. Dus ik spreek een sensorische taal. Ja. Mooi. Daarmee, ik vind het ook heel eng om hier te zitten. Dus het liefste wil ik eigenlijk ook helemaal niet praten, als dat even mag. Begrijpelijk. Dus daar heb ik last van. Maar tegelijkertijd maak ik daar ook mijn ding van. Want als ik praat, praat ik het liefste met mijn beelden. Ja, mooi. Dat. En we hebben Michel gezien, je kan binnen korte tijd grootste stappen zetten van mensen die het echt niet eens op het podium willen. Tot mensen precies, die dat... Ik vind zeker. Heel goed, ik dank jullie hartelijk. Dankjewel. Ja. Heel fijn. Fijn om al die pitches te zien. Fijn om al die ambities te zien. En tegelijkertijd ook fijn om al die dromen te zien. Maar dit, de Brainworks Academy, was er natuurlijk niet geweest zonder de man die het allemaal heeft geïnitieerd. Geef een applaus aan Kevin de Randami. Meneer. 2 jaar geleden stonden we hier nog en toen was er nog niks. Ja. En we zijn 2 lichtingen verder. Jawel. Nou, mooi, dat is wel gaan. Heel, heel fijn. Ja. Hoe heb jij de afgelopen 2 jaar, maar voornamelijk het afgelopen jaar ervaren? Ik wil eerst heel even jou bedanken voor je fijne begeleiding. Want vindt u niet dat die gewoon een hele...
toffe show neerzet aan de hand van echte gesprekken. Dus dank je wel daarvoor. Dank je wel. Dat weten wij natuurlijk, hè, want daarom sta je hier. Nee, wat voor dit jaar het meest interessant was, was... We hebben het een beetje veranderd. We hebben het inhoudelijk een beetje veranderd. Vorig jaar hebben we met de klas van Michel en Gerben hebben we iedere week kortere sessies gedaan. Hebben we nu ervoor gekozen om eens in de twee weken eigenlijk een hele dag te doen. Dat is een belangrijke switch. Maar wat ik vooral mooi vond om te zien is dat we nu kunnen zien wat de impact is van de mensen van vorig jaar. Er is namelijk, je hebt heel veel gehoord over het gegeven mindset. Het gegeven van een business cursus of iets dergelijks, dat gaat vaak uit van kennisoverdracht. Nou, en dat is heel belangrijk. Maar die kennis moet ergens landen. Dus er is een soort van incubatietijd. En er wordt mijn zin te weinig rekening mee gehouden, zeker aan de creatieve kant, om die incubatietijd te laten plaatsvinden. Dus waar ik heel blij van word, is om te zien, oké, dus die incubatietijd is daar, heeft daar wortel geschoten. En ik ben super benieuwd wat er gaat gebeuren met de jongens en dames van deze lichting. Om te kijken of dat hetzelfde is. Is dat dezelfde soort incubatietijd? Is dat korter, omdat we meer tijd tussen zitten om te laten landen? Dus daar zijn wij mee bezig. En overal is het gewoon prachtig om die potentie los te zien komen. Weet je, het verschil tussen Michelle eerste les versus Michelle nu is een soort van... Het is een warp zone. Weet je wel? Het is zo'n groot verschil. En daar word ik heel blij van. Ja. Zijn er dingen die je bij een volgende lichting anders zou doen? Ja, dat klopt. Wat dan? Je bent een psychic, hè? ja, zeker. Nee. Wat we heel erg hebben gemerkt is dat de cursus gaat over 7 modules. Die 7 modules gaan eigenlijk vanaf je interne verhaal langzaam naar buiten. Maar vanaf het moment dat je het gaat hebben over, laten we zeggen, dingen die buiten liggen. Dus de markt, finance, marketing. Er is een goede manier om finance te doen. Dus niet, die is niet ingewikkeld. Het is niet heel breed definieerbaar gebied. Het is een goede manier om marketing te doen, omdat er een bepaald resultaat aan moet zitten. Dus aan die kant kunnen we minder specifieks toevoegen dan dat we kunnen toevoegen aan die eerste 3 modules. Dus die mindset modules, daar gaan we als Academy ons echt op richten. Om daar nog beter in te worden, nog meer impact te creëren. En de andere modules, die gaan we zo optioneel maken. Want je kan bijvoorbeeld uit een baan komen en al een hele goede gedegen kennis hebben van finance. Nou, dan heb je niet noodzakelijk die module nog nodig. Dus we knippen het op en we gaan nog dieper in op de mindset kant. Ja. En het was 2 jaar geleden eens in de week. Dit jaar, afgelopen jaar eens in de week. Volgend jaar eens in de 3 weken. Ja, of gewoon 1 keer per half jaar. Zoiets. Nee, we houden die 1 keer per 2 weken aan, omdat we merken dat de ruimte ertussen wel echt wat meer... Ja, je krijgt heel veel op je af. Ja, ja. Weet je? Dus je hebt ruimte nodig om het ergens te kunnen verwerken. Ja, snap ik. En wilde jij... Dat wil ik heel graag. Ik wil namelijk een klein beetje sfeer maken. Barbara, mijn liefdallige collega, gaat me even helpen. Mag ik een beetje muziek misschien? We hadden Greg Porter op. Heeft iemand bezwaar tegen Gregory Porter? Nee? Oké. Mag ik een beetje Gregory Porter? Hij komt eraan, oké. En mag ik dan de witte doos van u? Don't worry, ik ga niet zingen. Thank you. Wat ik namelijk wil doen, is jullie hebben pitches gezien van voor mij hele inspirerende mensen. Maar die pitches doen ze niet zomaar. Dat is omdat we een jaar traject afsluiten. En wat een jaar was dat. Dat was zeer intensief. Voor iedereen op zijn eigen individuele manier. Maar het was zeer intensief. Dus daarom zou ik jullie willen vragen om luid applaus te geven wanneer ze opkomen om hun certificaat in ontvangst te nemen. Willen we dat doen? Nee. Als ik de naam zeg, heel goed. Heel goed gewacht. Nee, ik ga ze even allemaal pakken. Ik ga de namen achter elkaar opnoemen. En dan, als jullie dan zo lopen, hebben we hier gaan staan. Ja? Ja, zo? Oké. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor de Brainworks Academy Lichting 2019. Te beginnen met Mitchell Esaias. Thank you.
Congratulations. Thank you very much. Congratulations. Stefan Brussen. Bananenman. De enige, de echte, Ina Sok. Ze was ooit heel klein en nu is ze heel groot. Sharon de Randami. Gary Mendez. De sociale IT'er Natnael Tevera. Dankjewel. Marissa Eikenloof. En Tessa Verbij. Oké. Als u een camera heeft, dan zou ik zeggen, leg ze vast, want deze mensen gaat u nog van horen. Gaat het? U heeft... Wat is er gebeurd? Gaat het? Nee? Nee? Oké. U heeft heel veel gehoord over deze mensen. Als het goed is, weet u waarvoor u deze mensen kan inzetten. Maak gebruik van ze, loop naar ze toe. Feliciteer ze, nodig ze uit. Ga met ze mee op onderzoek. Wees niet bang om met ze te werken, om met ze te onderzoeken. En ik dank jullie voor het komen. En ik hoop dat jullie allemaal aan de slag gaan met jullie eigen creatieve revolutie. Thank you very much. Dankjewel. De talenten en Kevin de Randami. Dit was het eind van het programma. Mochten jullie nog geïnteresseerd zijn in andere programma's van Pakhuis De Zwijger, make sure you check de website www.dezwijger.nl. En veel succes aan deze talenten. Nog één groot applaus voor de talenten. Applaus.